Zwakte tussen haakjes in mijn lichaam heeft zich uiteindelijk omgevormd tot, me, ja, tot een kracht waar ik vandaag de dag nog steeds dankbaar voor ben. En dat is dus mezelf krachtig in het leven laten staan, maar ook alle mensen die ik coach met mijn één op 1 coaching, met de seminars, met de workshops, om andere mensen ook krachtig in het leven te laten staan vanuit dat framework van die vijf gezondheidsgebieden. En ik heb die vijf gezondheidsgebieden dus vertaald naar het 5V-model. Dus wat is voor mij levenskracht? Levenskracht is voor mij vitaliteit. Dus het gaat meer over fysieke. Vrijheid gaat meer over het spirituele. Veerkracht over het mentale. Verbinding over het sociale. En uh, vertrouwen over het emotionele. Dus die vijf V's, dat is uiteindelijk levenskracht. Welkom bij de Fit voor Voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. En vandaag ben ik in Amsterdam bij Luc Michelbrink. Zeker, Loek, welkom. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Voor de mensen die jou uh, niet kennen. Je bent coach, al jaren actief in de fitnesswereld. Ook podcaster. Daarnaast docent op de hogeschool van Amsterdam. De opleiding Sportmanagement te Ondernemen. Voor mij een bekende opleiding. Voor jou natuurlijk ook. En daarnaast ook je Master Bewegingswetenschappen gehaald in die jaren. Dus ja, een man met een brede achtergrond. En ik denk dat de luisteraar daar veel van kan leren. Daarnaast dus de podcast, wat ik zei: Podcast Levenskracht. En ik denk dat vooral de voetballer, of misschien ook wel de trainer, ja, daar veel van kan leren om verder te kijken dan het spel zelf. Dus niet alleen het spel winnen op het veld, maar ook naast het veld voor een krachtig leven, wat het eigenlijk ook weer zorgt voor betere prestaties op het veld. Dus het lijkt me mooi om, uh, om op in te zoomen. En ik zat ook in aanloop naar dit gesprek te denken van ja, hoe kennen wij elkaar eigenlijk? Dat is online uh, toen gebeurd via Instagram. Jij vond het tof wat wij deden, nou ik vind het heel tof wat, waar jij mee bezig bent. En zodoende kwamen we eigenlijk in contact. Mede ook door, uh, door mijn maat Hugo. Oud-klasgenoot ook op SMNO. En uh, ik uh, kan me herinneren dat je ook de gast bent in zijn, uh, ja, in zijn podcast geweest. Tennis the World Podcast. En daarin zei je: Hé, hey, daar is die link met voetbal. Van hey, als ik mijn kruisbanden niet had afgescheurd, dan speelde ik bij Ajax. <laughs> ja, <laughs> zei je, uh, gekscherend. Of misschien serieus, daar komen we straks achter. Kan je ons gelijk meenemen daarin? Laten we er gelijk lekker induiken? Uh, je had ooit die voetbaldroom, of je voetbalde, maar toen uh, gebeurde, dus helaas dat je je kruisbanden afscheurde. Kan je ons daarin meenemen? Zeker, zeker. Mooie introductie, Wessel. Uh, en ik zat van tevoren ook te denken van. ...hebben wij elkaar eigenlijk al wel eens gezien? Want ik dacht, van het moet gewoon. En dan ken je, we hebben we al zo lang contact. En ook even, ik, ik zeg, ik heb best wel sowieso een keer gezien. Maar toen zat ik te denken: wanneer heb ik hem gezien? Dan toen dacht ik, nee, ik heb je nog helemaal nooit gezien. Nee, klopt. Dus dan maar, soms heb je van die mensen die ken, die heb, die ken je dan al goed. Maar ja. dan, uh, dus, dit is de eerste keer dat we elkaar zien. Klopt, dus dat, ja, uh, in mag, real life. Ja, nou ja. ja, zeker. Maar leuk om je, leuk om je te volgen. En uh, ja, dat, inderdaad, die vraag van jou, daar zit. Waar het bij mij allemaal is ontstaan, uh, het stukje levenskracht. Dat, dat refereer ik terug wel va vaak terug aan die, uh, die kruisbandbesturen, wat, uh, wat ik had. Dat, uh, ik denk dat het nu zo'n tien jaar geleden is. Ik was spits bij de, de plaatselijke Aaldse zaterdags voetbalvereniging. Uh, en uh, een beetje een bombarda-type. Ik weet niet of je bombarda kent vanuit de jaren van Willem II. Het was zo'n uh, ja, echt een. Uh, strijdluchtige spits. Dus bij mij kon je alles gewoon hoog voorgooien. En dan, uh, dan kopte ik ze wel erin. Dus daar. Uh, ja, tot, ik, tot ik mijn kruisbanden afscheurde. En. Uh, ja, voetbal was toch eigenlijk wel mijn droom waar ik dag in dag uit mee bezig was. En elke keer. Uh, toeleven naar dat moment zaterdag op het veld. Best wel op een hoog niveau ook. Uh, een paar keer tegen de graafschap gevoetbald. Okay. Destijds nog gescoord tegen de graafschap. Ik stond bij. Uh, werd gedekt door Robin Pruppen, Dat is oh ja. nu de spits van of de aanvoerder van Twente. Ja. Dus dat is een beetje het niveau waar ik, waar ik speelde. Dus gek scherend, zeg ik altijd van als ik niet mijn kruisband had gescheurd, dan speelde ik in de Champions League finale. Nee, dat niet. Maar ik speelde wel op een hoog niveau. Ja. Um, maar eigenlijk is bij die kruisbrandbessure, daar is voor mij het stukje levenskracht, uh, levenskracht ontstaan. Dat ik. Ja, ik, ik merkte dat ik door die besturen, dus ik, ik heb mijn kruisband afgescheurd. Ik ben toen uh, voor de mensen die het ook wel eens hebben gehad: je, je weet dat je daarna een jaar gaat revalideren. Nou, ik ging het revalidatieproces ging ik in, uh, maar eigenlijk na een jaar scheurde ik mijn kruisband weer af. En dat was voor mij een enorme ja, tegenvallen: dat ik destijds 20 jaar oud was, dat ik dacht: van oké, okay, mijn voetbaldroom is, uh, is voorbij. Maar wat ik eigenlijk merkte tijdens mijn revalidatie. was dat ik me ergens anders in kwijt kon. En dat was voornamelijk krachttraining. Dus ik, uh, ik merkte dat ik destijds ook wat lager zat in mijn zelfvertrouwen. Uh, weinig discipline had. niet echt een doel in mijn leven. Dat ik eigenlijk door middel van krachttraining. mezelf weer beter in mijn vel begon te voelen. weer meer zelfvertrouwen in mijn lijf begon te, begon te krijgen. En uh, ook mentaal sterker begon te, begon te voelen. En dat, ja, dat, dat vond ik zo'n mooi iets, dat ik door middel van het, het trainen van mijn lichaam en dus ook mijn geest, ja, daardoor letterlijk meer levenskracht ervaren. En dat is iets waar ik toen mee, uh, mee aan de slag ben gegaan. En later is ook naar Amsterdam verhuisd om de opleiding sportmanagement te ondernemen te gaan doen. Dat ik dacht van hey, dat, die, die fysieke voordelen wat ik ervaar, maar ook de mentale voordelen, daar wil ik eigenlijk alles over weten. En uh, daar ben ik me later steeds meer in gaan specialiseren. Dat ik dacht van hey, buiten dat mentale en fysieke, welke gezondheidsgebieden zijn er nog meer? Dus ik ben ook gaan specificeren. Het emotionele gezondheidsgebied, het, ment of, uh, het sociale gezondheidsgebied, later is het spirituele gezondheidsgebied daarbij gekomen. En dat was voor mij het, het, het framework dat ik dacht van die, die vijf gezondheidsgebieden, dus fysiek, mentaal, emotioneel, emotioneel, sociaal en spiritueel. Dat is voor mij eigenlijk levenskracht. En waar ik eerder alleen bij uh, met het fysieke gezondheidsgebied bezig was, uh, Merkte ik dat mijn lichaam en ik als persoon en later zo mijn klanten eigenlijk meer begeleiding nodig hadden dan alleen het fysieke gezondheidsgebied. Um, en daar ben ik mijn klanten toen op gaan coachen en daar is uiteindelijk levenskracht uit ontstaan. Dus ooit vanuit die kruisband besuren, ja, een soort van de, ja, de, een, een zwakte, zwakte tussen haakjes in mijn lichaam heeft zich uiteindelijk omgevormd tot, me, ja, tot een kracht waar ik vandaag de dag nog steeds dankbaar voor ben. En dat is dus mezelf krachtig in het leven laten staan. Maar ook alle mensen die ik coach met mijn één-op-één coaching, met de seminars, met de workshop. Om andere mensen ook krachtig in het leven te laten staan vanuit dat framework van die vijf gezondheidsgebieden. En ik heb die vijf gezondheidsgebieden dus vertaald naar het 5V-model. Dus wat is voor mij levenskracht? Levenskracht is voor mij vitaliteit. Dus het gaat meer over fysieke. Vrijheid gaat meer over het spirituele. Veerkracht over het mentale. Verbinding over het sociale. En uh, vertrouwen over het emotionele. Dus die vijf V's, dat is uiteindelijk levenskracht. Ja, mooi. En misschien zonder die blessure had je ook nooit uh, nou ja, gedaan wat je nu doet, weet nou, je is, nooit. Nou ja, zeker. En ik ben. Ja, ja. Ik bedoel, ik ben ook een simpele jongen uit de achterhoek, maar in dat op zich ben ik ook wel spiritueel aangelegd dat ik wel geloof dat alles gebeurt met een reden. En dat, uh, dat dat soort dingen, zo'n zo blessure, hoe vervelend het ook is, of welke tegenslagen je ook meemaakt mee in je leven, dat je als je daarop kan terugkijken, en soms heeft het echt tijd nodig om daarop terug te kunnen kijken, want er zitten natuurlijk vaak emoties bij, als het gaat over andere situaties. Maar in die end geloof ik dat alles terug te refereren is naar een reden waarom bepaalde dingen zijn gebeurd. Ja, mooi. En welke dingen ben je gaan doen op je pad om, om dat te ontdekken? Je zei, ik stapte de gym binnen, daar merkte ik het fysiek, maar fysiek hang, hing weer samen met mentaal. Uh, hoe ben je in al die gezondheidsdomeinen gaan verdiepen? Ja, een mooie vraag. Ik ben uh, toen ik die blessure had, toen ben ik uiteindelijk gestopt met voetbal. En ik deed toen nog een andere opleiding destijds. Het was maatschappelijk werk en dienstverlening. Dus het was ja, echt gespreksvoering met mensen. Want ik vond eigenlijk toen het mentale en het uh, emotionele vond ik eigenlijk wel heel interessant. Maar ik miste daar de uitdagingen uh, uitdaging met sport. Dus toen ben ik uiteindelijk in mijn eentje naar Amsterdam gegaan, waar ik eigenlijk helemaal niemand, uh, niemand kende hier. Met mijn zwaar achterhoeks dialect, moeilijk, moeilijk te verstaanbaar. Ze, ze konden je niet verstaan Ja, ja. met mijn graafschap nu uh, kwam ik hier aan. Dus dat was, uh, ja, was, was oprecht zo. Dat dachten we, dat is een van gekke gast. Wie is dat? Precies. En, uh, maar toen in Amsterdam ben ik echt serieus uh, ja, het, het trainen gaan oppakken, het krachttraining. Uh, nou, de hele, hele sportmanagement ondernemen uh, heb, heb ik doorlopen. Later een master bewegingswetenschappen gedaan. Uh, of eerst een pre-master bewegingswetenschappen en later nog een master bewegingswetenschappen. Uh, uiteindelijk een specialisatie daarin gedaan uh, richting sportpsychologie bij AZ. Bij AZ ja. Alkma. Bij uh, onze grote vriend Bart Heuvel. Ja, bij Bart. Ja, is ja wetenschappelijke vriend. Ja, ja. Dus dat, dat, dat was heel gaaf. Uh, uiteindelijk heb ik daar een tool ontwikkeld om de theorie van fix and growth mindset te kunnen meten bij spelers. Dus uh, om te kijken op een bepaalde of eigenlijk op een op de laag onderbewustzijn van oké okay, als je dus moest heel snel reageren op bepaalde dingen naar basis van waar ze, waar ze op reageerde konden wij kijken is een speler meer zit hij meer in een fixed mindset of meer in de growth mindset dus dat heb ik toen gedaan en later, mijn, na, later na mijn master bewegingswetenschappen ben ik eigenlijk heel specifiek gaan kijken hey, welke dingen ...wil ik eigenlijk nog meer leren om uiteindelijk te, te gaan ontwikkelen... ...op die verschillende gezondheidsgebieden. En dat vind ik heel mooi, dat, ja, dat, dat, dat die vrijheid er letterlijk is. Dus ik heb, we hadden het net even in het voorgesprek over NLP. Nou, ik heb ook mijn, mijn NLP practitioner gehaald, mijn NLP master gehaald. Uh, wat meer gaat over, ook wat stukje mentaal... ...maar ook wel een relatie met een stukje spiritueel. Uh, later nog verschillende coachopleidingen gaan, uh, gaan doen. Dus om elke keer te kijken van... oké okay, ...als we kijken naar het framework van die vijf gezondheidsgebieden... Ik denk dat het ook interessant is voor de luisteraar om te kijken, als we naar die vijf V's kijken, dus vitaliteit, veerkracht, uh, vrijheid, vertrouwen, verbinding, hoe is dat bij mij op dit moment? Als een, ik heb zelf heb ik vaak iets meer affiniteit met vitaliteit, maar als ik bijvoorbeeld te veel focus op vitaliteit, ga ik juist meer uit verbinding met, me, met mijn omgeving. Dus het is constant een soort van balans vinden in die verschillende gezondheidsgebieden. En het kan ook per maand verschillen... ...om te kijken van hey, bij de ene, de ene maand gaat juist die vitaliteit al goed... ...of moet ik me juist meer focussen op die, uh, op die veerkracht. En zo heb ik eigenlijk binnen de opleidingen wat ik, uh, wat ik heb gedaan... ...altijd gekeken van hey, waar heb ik op dit moment behoefte aan. Bijvoorbeeld het spirituele gezondheidsgebied was als, uh, als achterhoekse superboer... ...was dat iets waar ik uh, weinig kaas van had gegeten bij wijze van spreken. Mm -hmm. En toen heb ik daar gekeken van oké... Okay, wat, wat kan ik daar op doen om, om me daar uiteindelijk op, uh, op te ontwikkelen? En ja, die hele spirituele reis, daar ging ook weer een hele, hele wereld voor, voor me open... tot aan uh, ayahuasca-ceremonies aan toe. Ik weet, mm. of je, weet je wat dat is? Ik weet wat het is, niet gedaan, maar... Oké, okay, nou, uh... ik, ik heb het wel gedaan. Okay. Dus dat uh, is weer een verhaal op zich. Maar ja. om echt te kijken van, oké, okay, hoe, ja. hoe kan ik me gaan ontwikkelen... op die, uh, op die verschillende gezondheidsgebieden? En... Uh, wat ik heel leuk vind is dat ik dus sinds twee jaar ook lesgeef op de, op de hogeschool. Dus terug ben uh, op het oude nest als docent en coach. Gaan. En daar eigenlijk kan doorgeven: hetgeen kan doorgeven wat ik ooit heb geleerd op de, op de opleiding. Maar ook juist weer te kijken naar die verschillende gezondheidsgebieden. En uh, ja, dat te kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Ja, mooi hoe je eigenlijk altijd op zoek bent naar kennis. En nou ja, wat ik zeg, ik volg je natuurlijk al een tijdje en ik weet dat je dat ook nog steeds doet. Daar ook duizenden euro's in investeert continu op zoek bent naar kennis... en dat vooral ook toe te passen. Dat is ook gelijk wel een uh, nou ja, boodschap... naar de luisteraar toe, denk ik. Um, ja, kijk verder. Hoe ik, ook, hoe ik mijn intro begon. Kijk inderdaad verder dan puur het spel zelf... en je teamtrainingen. Maar kijk ook daarnaast... hoe kun je inderdaad op die gezondheidsgebieden... gaan we straks dieper op in... Uh, door het luisteren van een podcast... ja, continu op zoek naar kennis... Ja, om eigenlijk dingen te verbeteren in je, in je leven. Ja, nou ja, zeker. En ik had... Laatste seminar leefskracht weggeef. ik doe eens in de tijd geef ik dan het seminar, was toevallig de, of toevallig, de keeper van ADO Den Haag was er ook, Hugo. Oké. Okay. Uh... Dus ja, dat soort dingen ja. vind ik gewoon heel gaaf om te zien. Van dat, en natuurlijk binnen de voetbalwereld, als je het kijkt naar mentale ja. gezondheid. Ik had uh, toevallig van de week contact met iemand die ik ken, Gregory van de Wilgoed Van, hé, hey, lijkt me vet om met hem een podcast op te nemen. zo'n nou, Braafheid. Ja. Uh, en dat de spelers zijn gewoon heel open. Ja. Uh, kies na, uh, ja, ja over, die, over dat mentale stuk. En ik ja. denk dat, dat het heel goed is dat daar veel meer het gesprek over wordt gevoerd. Want vroeger ging het echt over het fysieke, wat natuurlijk een enorm belangrijk onderdeel is. Maar wat ik ook tijdens mijn master Beweegswetenschap heb gezien... ...ja, dat mentale gedeelte, als het gewoon niet goed zit tussen je oren... ...dan, dan gaat het fysieke ook niet uh, uh, ja. werken. Dus dat... Dat is gewoon heel goed en heel belangrijk dat daar, dat daar meer aandacht voor komt. En daarom vind ik bijvoorbeeld heel gaaf zo'n zo keeper van Adem Haag, dat hij dan ook al met seminar is. Gaaf, ja. uh, en dat eigenlijk naar nou, Robin Vredeveld, die kennen we ook allebei, dat, ja. dat, dat er veel meer uh, ja, oog is voor, voor de dingen buiten het veld. Ik heb ja, ja. regelmatig contact met, uh, met Robin. En ik zie veel dingen bij hem uh, voorbij komen. Ja, ik geloof gewoon echt in dat Feyenoord het kampioen is geworden, door juist die dingen. ...buiten het veld beter ja. te kunnen doen. En uh, ja, daarom alle credits naar bijvoorbeeld zo'n uh, zo Robin Vredeveld... ...die ook met Pedersen en, en Kukcu en Danilo veel heeft samengewerkt. Ja. Ja, als je kijkt hoe fit Feyenoord is... Ja. ...en ik zag het in die wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord... Ja, ...de laatste, de Ajax was, twee, of Ajax was eerste helft natuurlijk uh, beter... ...maar ja, de tweede helft, als je kijkt hoe Feyenoord uit die kleedkamer komt... ...in een uh, in volle arena, ja, die hebben gewoon tot de laatste minuut gestreden. Ja, dan is het voor mij geen toeval dat zij... Nee. Uh, dat was mijn rijden in mijn hoofd uh, vijf minuten voor tijd die drie tweede inkopt. Dat, is, het is zo belangrijk als we het hebben over ontwikkeling of over opleiding. Ook voor de jongens die luisteren en die, uh, die veel met voetbal bezig zijn. Door te kijken van hey, hoe kan ik me onderscheiden buiten het veld ten opzichte van op het veld. Uh, op het veld natuurlijk ben je geselecteerd omdat je goed kan voetballen. Iedereen die in de profvoetbal is geselecteerd omdat hij goed tegen een bal, uh, bal kan, uh, kan trappen. Maar ik denk dat vandaag de dag het voetbal, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een Haarland... Wat hij allemaal ja. doet. Echt een inspiratiebron ook voor mij om te zien hoe hij bezig is met, met uh, naar buiten gaan. Met de kleine dingen, met rauwe melk drinken, met, uh, met grounding, met ja. een, een blauw lichte bril op. Ja. Uh, het is voor mij geen toeval dat die jongen zo'n record neerzet. Uh, volgens ja. mij heeft hij nu 40 uh, inleggen ja. bij de Premier League. Dat is niet normaal. Dat is voor mij geen toeval. Nee. Het is, en, en dat wil ik ook wel meegeven aan de luisteraar een bepaald doel hebt, ga ze te kijken van oké, okay, maar welke taken passen er uiteindelijk bij om dat doel te, te, uh, te behalen? En probeer je niet te veel op dat doel te focussen, maar ga eens een lijst maken van 10 taken... en te kijken van oké, okay, als ik dit doe, dan weet ik dat ik sowieso mijn doel ga behalen. En dat weet ik misschien bij is die lijst wel uh, een, een lijst van 20 taken... maar ik weet zeker dat hij die taken elke dag, dag in, dag uit, uh, heeft opgesteld... En natuurlijk is voor hem dan niet de vraag of hij de Premier League gaat winnen. of dat hij topscorer wordt van de Premier League. Als hij elke dag, dag in, dag uit die taken uitvoert. is het voor hem, is het voor hem gewoon een logisch gevolg. dat hij vervolgens de topscorer wordt. Dus ook voor de luisteraar. als, als jij een doel hebt. dan schrijf dat doel groot op een, op een A4. Uh, ga bij wijs spreken. is terugkijken van. oké, okay, dat, dat, dat doel wil ik bij wijs spreken over zes maanden halen. Nou, uh, ga eens per week of per maand kijken van oké, okay, welke subdoelen heb ik daarbij? En maak daaronder is een, een, is een lijst van taken, van tien taken van oké, okay, en dat kunnen hele simpele dingen zijn. Oké, okay? als ik wakker word, uh, zorg ik dat ik gelijk naar buiten ga, dat ik zonlicht in mijn in gezicht krijg. Uh, ik zorg dat ik de, de laatste twee van de dag geen telefoon meer uh, met telefoon heb. Ik weet zeker, ik heb nog nooit iemand, uh, ben, ik, ben ik in ieder geval tegengekomen, die niet, die niet op die taak, of, of door middel van die, niet op die taken te focussen, dat ze niet hun doel hebben, hebben behaald. Ja, dat is gewoon een no-brainer als je, als je op die taken gaat focussen, dat je uiteindelijk dan je doel gaat behalen. Maar wat ik zie, dat bij mensen, dat ze te veel focussen op het doel, ah, lukt me niet en het. Nog niet. En ik zeg, heb je nou op die, die taak gefocust? Ja, maar dat doel, ik zeg nou, oké, okay. focus je nou een tijd op die taken. Laat het doel even los. En dan spreek ze twee maanden later. Ja, Look, het is gelukt. Ik zeg, ja. nou, wat heb je hier nou van geleerd? Het is veel beter om op die taken te focussen. Ik weet zeker, als je op die taken focust, komt het doel vanzelf wel. Precies, Hele mooie, sluit ik me volledig bij aan. Dus zeg focus op het proces. Tuurlijk, je moet een doel hebben, anders kan je niet scoren. Dan heb je een, als je het vertelt naar het voetbal, een eindeloos grasveld waar je nooit een goal kan maken. Maar Uiteindelijk moet je samenspelen of die processen goed doen om uiteindelijk te kunnen scoren. Dus, ja. Uh, ja, ja, 100%. En, ja. Ja, en, en daar nog op inhakend, zodat je, wat je ook, ook de metafoor van een voetbalveld ja. te geven. Wat ik daarbij denk. Je zegt zonder doel kan je niet scoren. Maar ik denk dat het ook daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat het tegenwoordig ook belangrijk is dat je als het ware, als een soort voetbalveld, zelf je kaders zet in de dingen wat je doet. En wat ik daarmee bedoel, we leven in een wereld waar alles mogelijk is. Waar we, we hebben. Als je bij wijze van ja. spreken nu pizza wil, binnen 15 zetten, staat de bezorgd voor de deur. Alles is mogelijk, alles is. Maar we moeten, onze, moeten zelf opgelegde kaders stellen. En dat is heel lastig. En dat, dat heeft te maken met, met keuzes maken. Maar we kunnen niet alles. Nee. En we willen, we willen overal, ook met, met, we liggen met voetballers. We willen en, en, uh, en we willen goed presteren. En we willen uitgaan. En we willen weer een leuke vriendin. En we willen. Nee, het is belangrijk om zelf je kaders te stellen. En binnen die kaders is jouw speelveld. Maar ja. probeer je wel goed te zorgen dat ook binnen dat doel wat je hebt. om jezelf goed die kaders te kunnen stellen. zodat je uiteindelijk jouw eigen speelveld hebt bepaald. waar jij uh, je, ja, je beste zelf kan geven. Maar het is echt belangrijk door middel van keuzes maken. om voor jezelf die kaders te, spellen, uh, te stellen. Dus wat is uiteindelijk jouw speelveld waar je op actief bent? Ja, hele mooie. Dit is ook precies waar ik. De vorige aflevering, toen was Norbert Albelas uh, te gast, gebruikte ik hetzelfde metafoor toevallig. Okay. Wisten we niet van elkaar. Nee. Um, dus we zitten op één, uh, op één lijn, op één uitlijn. Nee, dus bepaal, bepaal, bepaal Ga, die... We gaan die gewoon een hele podcast ja, het voetbalveld uh, ja, we gaan naar gebruiken. Voetbal. Het gaat eigenlijk allemaal om dat, uh, ja. om dat speelveld. Maar toen zei ik inderdaad ook, precies wat jij zegt, van bepaal die, inderdaad die uitlijnen, de kaders. En ook dat, uh, je had het net over bepaalde routines die je dagelijks doet. Stel die bal gaat een keer uit, dan ook geen paniek. ...inworp en je bent weer terug in het spel. Ja. Niet van, ja, nu is het allemaal mislukt en noem maar op. Dus ja, misschien als aanvulling daar nog, uh, nog op. Maar ja. bepaal inderdaad die kaders, hè. Wat zijn jouw uitlijnen? Hoe ga jij het spel spelen? Vertaald naar het leven. En ja, ja. mooie. Ja, en daarop ik het, Uiteindelijk de wedstrijd duurt 90 minuten lang. Dus als één keer de bal uitgaat... ...en het is even een minuutje erbuiten... ...en je speelt de bal weer in. Ja, je hebt nog uh, een hele wedstrijd wat je kan spelen. Dus één keer die bal uit maakt niet uit. Nee. Uh, uiteindelijk gaat het over hoe jij, dus tussen haakjes, 90 minuten lang presteert. en één keer een overtreding of één keer een fout, het maakt niet uit. Als je maar wel weer terug op, het, uh, terug op het speelveld komt. Precies. Ja, hele mooie. Die gaat sowieso een mooi uh, real stukje <laughs> worden. <laughs> nee, top. Echt uh, mooie metafoor. Ja, en het gaat uiteindelijk om keuzes maken. Dat, is, dat merk ik dat dat voor heel veel uh, mensen lastig is. En veel, uh, voor, wellicht voor veel, uh, veel voetballers ook. En als je dus die. Die, die, ...dat uh, Die stip op de horizon, die middelstip. Op de horizon heb gezet. En die, en die taken daarbij. Want die, uiteindelijk gaat het daarbij, om die taken uitvoeren, gaat het om keuzes maken. Mm. En binnen, die, binnen dat doel wat je hebt, ga je sowieso getest worden. Alles, alles wat jij tegenkomt, is een test speciaal voor jou. Voor jou uitgemeten. Dat je denkt van ah, shit, dit is mijn taak. Maar uh, ja ik heb dit. Dit is speciaal een test voor jou. Uitgemeten en het, het is een soort van grote geheel als we het hebben over het spirituele, die gaat jou testen: van oké, okay, je hebt dit doel en je hebt gesteld: van oké, okay, dit zijn de taken wat erbij hoort. Oké, okay, ik ga jou eens testen: is het, schrijf je het op en denk je van oké, oh, ik ga het doen of ga je het echt leef je het? Ja. Oké, ga je het ook echt doen? En binnen, binnen dat proces ga je gewoon heel veel testen uh, uh, ko komen op je pad. Ja. En dat is interessant als je die gaat zien, dat je denkt van, oh shit, ik moet eigenlijk uh, die, maar welke keuze ga ik nu maken? Ja, dat is gewoon letterlijk een test wat je gaat tegenkomen op je uh, uh, pad richting jouw doel. En als we het dan hebben over veerkracht, ja, laat jij dan zien wie je echt bent of je echt je doel wilt bereiken of laat je toch makkelijk van je, uh, van je, van je pad raken. Inderdaad, hoe robuust is jouw commitment? Ja. Dus iedereen kan zeggen, ik wil dit. Of Bart Heuvingen heeft het ook al eens gezegd. Uh, spreekt die spelers van, hey, ik wil naar Real Madrid, ja. naar AZ. Ja. Hij vertoont het gedrag van uh, ballen het dak vier. Ja. Weet je wel? Dus iedereen kan zeggen dat hij het wil, maar wil je het ook echt en ga je het ook doen? Inderdaad, de acties die daarvoor nodig zijn om weer tot ja. dat doel te komen. Ja. Zie jij dat ook bij mensen? Hoe, hoe, hoe merk jij dat? Dat ze zeggen, ze zeggen van alles, maar uiteindelijk de actie en de commitment uh, dan niet aangaan. Ja, nou ja, zeker. Ja, mensen, het is ook lastig om soms die, dat, dat, dat doel te stellen en uiteindelijk te kijken welke stappen daarbij horen. En daar help ik dus mensen ook wel in coachgesprekken mee. Ik had toevallig gisteren nog met een ondernemer gesprek. Die hebben een doel gesteld. Oké, okay, 1 juni 2024, dat is dan precies een jaar uh, vanaf nu. Dat is zijn doel. Om te kijken van oké, okay, maar welke, hoe, hoe kunnen we dat kleiner maken? Hoe kunnen we daar een subdoelen maken? En welke taken passen daar uiteindelijk, uh, uiteindelijk onder? Ja, dus dat, dat stukje verantwoordelijkheid afleggen aan iemand, dat werkt, dat werkt heel goed. Ja. Um, en uiteindelijk, wat ik ook daarbij belangrijk vind, wat ik merk waar mensen moeite mee hebben, om uiteindelijk de waarde te bepalen achter het doel. En wat ik daarmee bedoel, van oké. Okay, wat zijn jouw kernwaarden? Dus waar sta je uiteindelijk voor? Wat vind jij belangrijk? En hoe, hoe staat dat in relatie tot het doel wat je hebt? Dus welke waarden, bijvoorbeeld het kan zijn gezondheid of plezier of uh, vrijheid... staan achter dat doel? Uh, en hoe staat het in relatie tot, tot, het, tot, het, tot de persoon wie jij bent? Ik denk dat dat ook een belangrijk is om te bepalen... of het, het doel stellen waar we het net over hadden. Om te kijken van oké, okay, maar welke waarden zitten voor mij achter het doel. Gaat het meer over een stukje geluk? Is het een stukje plezier? Omdat dat helpt ook heel goed in het doel... nog meer te specificeren... en nog meer helder te krijgen voor jezelf. Dus dat zou ik zeker adviseren. Google, kernwaarden... en ga eens kijken van... oké, okay, het doel wat ik heb... welke waarden zitten daaronder? Ja, en welke tips heb je erbij? Wellicht luister je nu... heb je nog nooit je kernwaarden op papier geschreven? Je zei Google, uh, ja. hoe kunnen ze... Uh, Daarmee verder om echt kraakhelder te krijgen voor zichzelf? Ja, een uh, nou, mooie vraag. Misschien eerst nog een stapje terug, wat ik vaak daarbij, uh, daarbij uitleg hoe ik het vaak zie. Je hebt natuurlijk een bepaalde bewustzijn en een bepaalde onderbewustzijn. Nou, hoe wij hier zitten, dan zitten, als het goed is, veel in ons bewustzijn, ons gedrag. Wellicht kennen we allemaal die foto van de ijsberg, dan heb je de zeeoppervlakte en daarboven zie je een klein blokje ijs. Dat is ons gedrag, dus zo'n 15%. Maar de onder, onder de zeeoppervlakte uh, uh, zit een enorme brok ijs, wat we niet zien. En dat is eigenlijk ons onderbewustzijn, waar de rest van de 85% uh, zit. Dus eigenlijk alles wat we veel wat we doen als persoon, wie we zijn, uh, de overtuigingen wat we hebben, zit verstopt in die 85%. Maar daar zijn we, zijn we ons vaak niet bewust van. En uh, door middel van coaching of persoonlijke ontwikkeling gaan we daar naar, uh, gaan we daar naar op zoek. Maar als we iets willen veranderen, hetzelfde voor voetballers. Dus, okay, ik wil een bepaald doel behalen, ik wil een bepaalde verandering in mijn gedrag. Uh, of ik wil verandering maken richting het doel. Wat gaan ze doen? Vervolgens puur focussen op het gedrag. Maar wat dus die 15%, wat, wat naar mijn mening veel interessanter is, om te kijken naar die 85%. En in die 85% zit dus een stukje normen, waarden en overtuigingen. Uh, en een stukje drijfveer en persoonlijkheid. Dus als we kijken naar die kernwaarden, wat is verstopt in die 85%, denk ik dat het heel waardevol is om ook voor voetballers te kijken. Van oké, okay, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Waar sta ik eigenlijk voor als persoon? Um, en ook als we, het, als we het hebben over dat speelveld waar we het eerder over hadden, bepaalde keuzes maken, dat je altijd kan terugrefereren naar die kernwaarden. Van oké, okay, ik vind bijvoorbeeld vrijheid is voor, is voor mij heel belangrijk en ik moet een bepaalde keuze maken. Oké, okay, maar dit was eigenlijk mijn top 3 kernwaarden. Hoe kan ik dat uh, als ik deze keuze ga maken? Hoe staat het in lijn met mijn eigen kernwaarden? Uh, dat je op die manier een stukje jezelf leert kennen. Wat ik altijd belangrijk vind, wat ook bij levenskracht past, is dat ik jezelf leren kennen. Wat ik daarmee bedoel, is ook erachter komen wat jij belangrijk vindt en dat vervolgens te gaan doen. Uh, dus wat ik zou adviseren aan de luisteraar, Google is. Of ja, maak een lijst van kernwaarden, maar het makkelijkste altijd, Google is lijst kernwaarden en dan krijg je meestal een lijst van, uh, van 100 kernwaarden. Oké, okay, maak van die lijst, maak eens een top 10 en doe dat gewoon heel snel op gevoel, niet te lang bij nakijken, uh, nadenken, gewoon puur op je eigen gevoel afgaan. Maak van die top 10 eens een top 5 en maak van die top 5 weer een top 3, zodat je uiteindelijk een top 3 hebt van, uh, van kernwaarden. En als je dan kijkt naar afgelopen week, heb je dan die kernwaarde echt geleefd? Of is het dat je denkt van wat we eerder al zeiden, van oké, okay, ja, ik vind dat doel wel belangrijk, maar uiteindelijk je toch in je gedrag wat anders laat zien? Ja. Dat je bijvoorbeeld zegt van ja, vrijheid is een belangrijke kernwaarde voor mij, maar als ik nu kijk naar mijn, afgelopen agenda, of naar mijn agenda van afgelopen week, stond eigenlijk mijn hele week volgepland van 7 tot 5 en had ik eigenlijk helemaal geen vrijheid. Ja. Nou ja, ik vind, gezondheid vind ik echt, uh, echt belangrijk, Look. Oh nee, maar je had wel vorige week die training afgezegd. Wat, uh, omdat je een avondje was stappen met vrienden. Z vind je het echt, zeg je dat je het belangrijk vindt? Of vind je het ook echt belangrijk? Leef je het ook echt? En ik denk als ze bijvoorbeeld kijken naar jongens zoals Haaland. Ik denk dat zij heel sterk hun eigen kernwaarden leven. En dat je, als je uiteindelijk die top 3 hebt gemaakt. dat je ook je, jezelf het vraag kan stellen: van oké. Okay, wat kan ik bijvoorbeeld nog meer doen om die, uh, om die top drie te gaan leven? Uh, dus bijvoorbeeld als ik kijk naar gezondheid. Welke kleine stappen kan ik nog meer gaan zetten om, uh, om die kernwaarde nog meer te gaan leven? Dus samenvattend, ik denk dat het heel goed is voor iedereen om zo'n top drie te gaan maken. En vervolgens is kritisch naar jezelf te kijken. Hoe leef ik die uh, top drie op dit moment? En wat zou ik kunnen doen om nog meer die kernwaarde te gaan leven? Ja, mooi. En wat je net ook al hiervoor zei. Dus sowieso als luisteraar ga je mee, uh, ja, mee aan de slag. als je dit uh, nog niet helder hebt. En ook verder kijken, inderdaad, ook weer van. Um, heb ik het ook met Robin Verhoeven over gehad. met nou, Siba Hano Thomas Da je ook ongetwijfeld van. heel veel hebben puur het label. Ik ben voetballer en that's it. Maar welk mens ben je daarachter? Uiteindelijk ben je een mens die voetbal speelt. En denk ik dat hier heel veel winst zit om letterlijk le ja, lekkerder in je vel te zitten... en daardoor ook dus met meer kracht... uiteindelijk weer ook in je spel te, te gaan spelen. Ja, nou ja, zeker. En als je bijvoorbeeld ook... iedereen van elke voetballer... heeft betere tijden, mindere tijden. En wellicht dat je kan, kan terugrefereren... als jij bijvoorbeeld een mindere wedstrijd speelt... of een, een, een mindere periode hebt in jouw carrière... dat je dan jezelf eens de vraag kan stellen... heb ik eigenlijk wel mijn kernwaarden geleefd? Heb ik eigenlijk wel geleefd waar ik voor sta? Of heb ik misschien toch te veel naar mijn trainer geluisterd? Heb ik toch te veel naar mijn club geluisterd? Ja. En ik denk dat levenskrachtig is en überhaupt kracht om trouw te blijven aan jezelf. En daardoor trouw te kunnen blijven aan je eigen kernwaarden. Dat wat er ook gebeurt, dat, dat dit jouw drie kernwaarden zijn. En die, die kunnen natuurlijk over mensen worden ouder, krijgen meer ervaring. Dat kan over de verloop van tijd kan, dat, uh, kan het veranderen. Maar dat jij uh, dat je wel gewoon trouw aan jezelf blijft. En daarom vind ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Nu ook met Ruud van Nistelrooy, die, uh, die, die dan bij ja. PSV is opgestapt. Net weg, ja. Ja, als er gewoon dingen gebeuren wat tegen jouw principes ingaat... of waar je niet... Uh, ik, ik weet niet wat zijn kernwaarden zijn... maar wat niet in lijn ligt met je eigen kernwaarden... Ja, dan kunnen we hoog of laag springen. Maar het is het gewoon een einde verhaal. Hetzelfde met een Arne Slot uh, bij Tottenham Hotspur. Uh, dat, dat die deal uiteindelijk niet doorgaat. Dat hij gewoon bij Feyenoord blijft. Ja, ja. Ik vind dat vind ik echt fantastisch. Hoe, uh, hoe, hoe grote verleiding is ook van geld of grote carrière. Als het gewoon niet ligt, in, in lijn ligt met de dingen wat jij bela belangrijk vindt, of niet in lijn ligt met jouw eigen kernwaarden. Daarom dus iedereen, als je dit nu nog lu nu, nu luistert van de KZ-podcast op, uh, op stop en ga eerst die kernwaarden eens opschrijven. Want dat is gewoon zo belangrijk om, uh, om te weten. En daarom vind ik uh, Ruud van Nistelrooy van Anne Slot ja. gewoon hele mooie voorbeelden erin. Omdat zij gewoon trouw blijven, blijven aan zichzelf. En als er nog één wedstrijd moet worden gespeeld. en die tweede plek staat op het spel. het kan me niet, kan me niet schelen. Nee. Ik blijf maar trouwen met mezelf. En als er achter mijn rug om dingen worden, uh, worden gezegd. en er gebeuren dingen achter mijn rug om. Ja, dan ben ik hier gewoon weg. En dan kan, wat de situatie ook is. Ook al moet er nog één. Belangrijke uitwedstrijden uh, tegen AZ spelen. Waarschijnlijk als deze podcast online is, weten we al het resultaat. Ja. Want dat weten we nu nog niet. Nee. Uh, maar dan ben ik gewoon weg. Want ik blijf gewoon trouwen aan mezelf. En ik blijf gewoon trouwen aan mijn eigen kernwaarden. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is om, uh, om aan de slag te gaan als je als voetballer luistert. En dat is ook weer een test waar je het eerder over had. Van Zeker. Als dus die situatie zich voordoet. Je hebt helder wat je wil en, en wat je doet. Ja. Maar dan komt die test van hey, het gaat een keer. Niet in lijn met jouw kernwaarden. ben je dan inderdaad bereid? Nou, je was hier laatste, uh, of jij was bij Tibor, zag ik, Tibor ja. Ogers, uh, Ja, ook groot fan van al jaren, maar ook hè, alles kan, alles heeft een prijs. Ben je bereid om die prijs te betalen? Ja. Um, in lijn met die keuze. Zeker, en, de, ja. en de, ene, de ene test is groter dan de andere test. Ja, ja bij Ruud van Nistelrooy is het natuurlijk een enorme test wat hij voor zijn voeten krijgt. Ja, shit, heel seizoen gedraaid, best wel succesvol seizoen gehad, beker gewonnen. Johan Cruijff uh, schaalt gewoon naar mijn hoofd. Ja. ja en dat je dan een, een wedstrijd, uh, ja. laatste wedstrijd voor het seizoen, dat je dan opstapt. Oh, dat, nou, daar vinden wel veel mensen wat van. Ja, ik kan hem niet schelen, ik blijf gewoon trouw aan mezelf. Omdat ja. dit, dit is hetgeen is wat ik belangrijk vind. En ik denk dat dat voor elke voetballer, dat, ja, dat het een heel belangrijk iets is om, uh, om na te streven. Ja, om dat heel helder te hebben voor jezelf. En, en wat Luc ook zegt, druk hem inderdaad uh, op pauze. Maak hem eerst helder voor jezelf en wellicht start je inderdaad met een top 10. Uh, denk je daar rustig over na, een top 5. Van, hey, hoe voelt dit? En, en breng hem rustig terug naar die top 3. En ga dat leven. Ja. Goed. Nou, nou ja, zeker. En, en er komen dus heel veel testen op je pad. Dat, uh, dus alles wat je denkt, alle lastige situaties, tegenslagen, et cetera, dat zijn gewoon allemaal testen die gaan kijken van oké, okay, heb jij het opgeschreven en leef je het ook echt? Of is het uh, iets wat je zo hebt opgeschreven dat je denkt: het zal, me, het zal me allemaal wel. Ja. Dus dat is gewoon een test. Dus die, uh, die ga je zeker op je pad krijgen. Ja, precies. Dus uh, hoe robuust ben jij? En uh, dat is een interessante. Ja, ja zeker. En, uh, en wat je zegt. En dan ineens, als ze dus die processen blijven leven, dan ineens heb je dat doel bereikt. Terwijl in plaats van op te focussen op dat doel alleen, ja, dat is niet genoeg. Dus ja. focus op de processen. En le ja, leven in lijn met je, met je kernwaarden. Ja, nou, en daarom denk ik ook bijvoorbeeld aan Ruud van Nistelrooy of aan Arne Slot helemaal. Ik, ja, ik denk dat hij gewoon in het grotere plaatje, dat hij gewoon heel duidelijk voor zichzelf heeft wat hij wil. En dat het een, een, een misschien wat lastige keuze is nu op, uh, nu op korte termijn, maar ja. dat hij op. In het grote geheel, op langere termijn, dat het, dat het dit voor hem uh, gewoon heel veel gaat, uh, gaat opleveren. Ik, vind hem, ik ben sowieso echt fan van, uh, van hem, ook als je kijkt hoe hij destijds bij AZ was weggegaan. Ja, lastige keuze Volgens mij is het toen ook halverwege het seizoen. Dat hij toen bekend maakte dat hij naar Feyenoord uh, ja. ging. En dat hij uiteindelijk. Slot, ja. ja, dat hij uiteindelijk. Uh, ja, dat, ja, dat, dat AZ gelijk, zei ja. van ja. Sorry, maar dan is het einde verhaal. Ja, zie je hier nu het resultaat: dat hij trouw was gebleven aan zijn eigen kernwaarden. Ja. Dat hij zei van ja, maar ik wil gewoon naar Feyenoord toe. Nou, en, uh, zeven jaar later is hij weer. Uh, of zeven jaar later na het kampioenschap van Feyenoord, is hij gewoon weer kampioen. Ja, en, en is het gewoon allemaal aan hem te danken. Dat is natuurlijk een beetje tussen haakjes. Maar. Ik weet gewoon zeker dat als Anne Slot niet trainer was bij Feyenoord, dat Feyenoord niet kampioen was geworden. Hoe zuur dit ook klinkt, wellicht voor Feyenoord-fans. Maar ja, ik ben, ik ben gewoon echt heel erg fan van, uh, van Anne Slot. Ik weet niet of jullie uh, die, die video had gezien van hem na de tijd tegen Ajax Feyenoord. Dat hij uh, in de kleedkamer de, de spelers uh, toesprak. Mm, er was een, ja, dat was een kort fragment van, nee. een, van een minuutje. Maar in ieder geval waar het op neerkwam. Dat ze volgens mij voor het eerst. Sinds weet ik, wel, weet ik niet hoe lang hadden gewonnen ja. van, uh, van Ajax en ja, Arena. In maar de dat, arena ja. dat hij zei van: uh, jongens, fantastisch, uh, geniet ervan. Maar het zijn maar drie punten. En wij kijken naar het grote geheel. En hoe blij en trots we ook hiermee mogen zijn. We hebben één wedstrijd gewonnen. En we zijn niet het seizoen gestart om één wedstrijd te winnen. We willen ze, alle 34 willen ze winnen. Ja, en dat soort dingen als je dan ja. in de kleedkamer bij Ajax staat. En die spelers allemaal stil, allemaal gelijk weer focus. Nou oh ja, volgende week hebben we weer die wedstrijd. Ja, dat soort dingen. Dan ben je gewoon zo bezig met het grotere geheel. Dan heb je die stip op de horizon, waar ik net ook over sprak, is voor jou zo helder. Je hebt zo helder die tussenstappen gezet. Ajax Feyenoord, oké, okay, die gaan we winnen. Maar uiteindelijk is het maar een klein onderdeel van het grotere geheel. Dus dat, uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, mooi om inderdaad daarop in te zoomen verder dan alleen, oké. Okay. Uh... Je ziet inderdaad het topje van die ijsberg, je ziet die kampioenschap, maar als je naar al die lagen daaronder gaat kijken, het proces daarnaartoe, dat zien mensen vaak niet. En ja. ook inderdaad, op korte termijn heeft dat zeker als een pijn voor hem gevoeld toen, hè, dat, dat hij bij AZ, natuurlijk ook mede door zijn eigen keuzes, maar dat hij daar wordt nou ja, ontslagen of dat het de dienstverband verbrak. Maar op lange termijn is het dus fijn voor hem, want je ziet het nu met het resultaat. Dus ja, die ijsberg komt eigenlijk overal, uh, overal in terug. Ja. Nou ja, zeker. En dat, uh, daarom denk ik dat het voor een Anne Sloten, voor, uh, voor een Haaland gewoon een heel logisch gevolg is dat zij allebei kampioen worden. Omdat ze gewoon heel duidelijk hebben wat zijn mijn kernwaarden, wat is mijn stip op de horizon. Welke subdoelen passen daarbij en welke taken moet ik uiteindelijk uitvoeren om dat, uh, om dat te gaan behalen. Simple as that. Ja, mooi. Dus ook, ja, of je nu, ik weet dat hier ook trainers naar luisteren. Heel divers publiek wel. Vooral spelers ook wel, maar ook trainers. Maar ja iedereen pak pak je dingen eruit hè? voor je team voor je eigen carrière ja misschien ook wel als fysio of je bent misschien een voetballer die niet professioneel voetballer is maar ja ook meer uit zijn leven wil halen ja naast het voetbal ja. misschien in een baan in in ja wat je ook uh, wat je ook doet ja nee, en daarop uh, aanvullend je vroeg ook naar mij van welke opleiding en andere dingen heb gedaan ja. dat uh, wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi heb gezien een goede een goede vriend van mij hij is jeugdtrainer bij fc twente dat ...wat ik zei over die vijf V's... ...om te kijken van oké, okay, waar zit jij uiteindelijk... Uh, ...waar heb jij het meeste progressie op te boeken... ...binnen die vijf V's. Zo kijkt hij bijvoorbeeld ook als trainer... ...naar zijn eigen vak, om te kijken van oké... Okay, ...en dat heb ik natuurlijk, daarom refereerde ik... ...naar die opleiding, om te kijken van... ...hé, hey, waar kan ik mezelf het, het, het beste op ontwikkelen. Ik had bijvoorbeeld laatst met hem... ...een heel gesprek over de Rose van Leary. Ik weet niet of je dat, dat kent, maar dat is een bepaalde... Uh, ...model uit de, uit de psychologie... ...hoe je... Het beste kan samenwerken met mensen en welke positie je daarin kan aannemen. Ja, omdat hij gewoon ziet: oké, okay, wij spreken psychologische modellen dat hij dit kan inzetten. om uiteindelijk zijn spelers beter te kunnen benaderen. richting de wedstrijd zodat die spelers uiteindelijk beter een spel kunnen uh, spelen. Ja, dat soort dingen vind ik gewoon heel gaaf om te zien en ook voor de mensen die hier luisteren. Je bent zo sterk als je zwakste schakel. Dus je kan. Puur gaan kijken van oké. Okay, hier ben ik heel goed in, dus daar ga ik me heel goed focussen. Tuurlijk is dat belangrijk. Maar uiteindelijk die, die basis. Je bent zo sterk als een zwakse schakel. Dus ga ook eens kijken van oké. Okay, maar welke dingen waar heb ik me juist in te ontwikkelen? Ten opzichte van alleen maar te kijken naar deze sterke punten. Die sterke punten heb je ooit heel, heel uh, ver gebracht. Maar ik denk dat, dat de bottom line, dus vanuit onder afkijken. Daar had ik bijvoorbeeld met de keeper van Aarde-Den Haag had ik over, Dat ging meer dan over bepaalde overtuigingen wat hij, uh, wat hij had. Om te kijken van oké, okay, de zwakte tussen aanhalingstekens, hoe kan je daar aan gaan werken, zodat uiteindelijk je daar beter in wordt. Zodat als het ware alles naar een hoger niveau wordt getild. Uh, dus dat vind ik voor voetballers, dus het gaat natuurlijk over bepaalde techniek, dingen, vaardigheden. Ja. Uh, maar ook als trainer, bijvoorbeeld zo'n Rose van Leary, heel ander psycho, een heel ander model ten opzichte van binnen de voetbalwereld. Maar dat dat uiteindelijk je, ja, je, hele, uh, ja, je hele werk naar een volgend niveau gaat tillen. En dan heb je het natuurlijk voornamelijk over het onderbewustzijn wat je al zei, die 85%, overtuigingen, alle dingen die je ja, niet per se bewust van bent. Hoe kan je die zichtbaar maken? Door toch ja, die wat meer aan de oppervlakte te krijgen. Ja, Hoe pas jij nee. dat toe? Um, ik denk dat binnen coaching dat het, dat het heel belangrijk is om daar de juiste vragen over te stellen. Uh, dus... Wat, wat ik denk wat daarbij belangrijk is, is als, een, als het ware als een soort van helikopterview naar jezelf te kunnen kijken. Dus dat was als mens zijn, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. We zijn de hele dag druk met van alles en nog wat. We zijn de hele, de hele dag alleen maar aan gaan, gaan, gaan. Maar dat jij als het ware als, als, als een helikopter even boven jezelf kan, kan gaan hangen. En dat je denkt van hey, de dingen die ik eigenlijk doe, het gedrag wat ik nu vertoon. Hoe, waar komt het eigenlijk vandaan? Of waar... Uh, hoe kan ik nu eigenlijk dat ik in deze situatie zo reageer? Of als je kijkt naar afgelopen week bepaalde situaties waar je misschien niet zo uh, lekker in zat of waar je er niet zo'n goed gevoel bij over hebt uh, over gehouden. Dat je daar heel even kan uitstappen. En daar heb ik dus vaak ook met mijn coachklanten over. Uh, om ja, dat gesprek te, of zo'n situatie te kunnen analyseren in de vorm van een, uh, van een gesprek. Maar dat je jezelf daar de vragen in kan stellen van oké, okay, waar komt dit nu uiteindelijk uh, vandaan? En wat ik een uh, mooie daarbij vind, wat ik uh, vaak gebruik, is de piramide van Beetsen. Uh, voor de luisteraar, zetten we wellicht weer even op pauze en kijken wat de piramide van Beetsen is. Maar de piramide van Beetsen gaat er eigenlijk over als je een bepaalde situatie hebt, of dat meer op omgevingsniveau zit, of het meer op overtuigingniveau zit, of het meer op gedragsniveau zit, uh, om te kijken van oké, okay, die, en dat gaat heel goed over die 85%... om te kijken van oké, okay, als ik nu een bepaalde situatie heb... waar ik me niet fijn in voel... gaat het meer over bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen die ik heb... gaat het misschien meer over mijn omgeving... dat ik me daar niet fijn in voel... gaat het meer over het gedrag wat ik zelf laat zien... dat ik me daar niet, uh, dat ik da dat ik me daar niet goed bij voel. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is... dat je, als het, dat, je dat van een afstandje kan gaan, uh, gaan bekijken. Ja, dus ook gewoon eens rustig zonder afleiding, is uitzoomen met waar ben ik mee bezig. Um, en natuurlijk een coach daarin ook heel belangrijk hè, die je ook ja. goede vragen stelt, zodat ja. ook het onzichtbare zichtbaar wordt. Ja, en uh, ja, heel, heel veel is gewoon terug te refereren, uh, terug te refereren naar je eigen jeugd. Uh, de dingen wat we, wat we laten zien, de overtuigingen wat we hebben, de normen en waarden wat we over, te, uh, over uh, hebben. Eigenlijk de periode van, uh, van 0 tot 7 jaar blijkt een hele belangrijke periode te zijn waar we, Heel veel overtuigingen opbouwen, heel veel normen en waarden uh, opbouwen. Dingen vanuit, uh, vanuit onze opvoeding. Dus ook om op, het, op jouw vraag terug te komen, die normen, waarden, overtuigingen, et cetera. Hoe kan, ik dat, uh, hoe kan ik dat goed onderzoeken? Waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. En ik, heb de, heb de, ik ben heel dankbaar dat ik ze allebei nog heb. Maar is bij wijze van spreken mijn ouders beter leren kennen. Dat is, ik, bedoel, ik ben nu uh, op een bepaalde leeftijd. Dat je dan toch denkt van hé. Hey, die ouders, die, die vader en moeder die ik heb, daar lijk ik toch wel verdomd veel op. Ja. En uh, dat zijn toch eigenlijk wel hele belangrijke mensen in mijn, uh, in mijn leven. En bijvoorbeeld aankomend weekend ga ik een weekendje weg samen met mijn moeder. En, ah, uh, en de volgende maand heb ik mijn vader een weekendje weggegeven. En dat zijn dingen om te kijken van hey, die, die opvoeding wat je hebt heb gehad. Op dat moment ben je er helemaal nog niet zo mee bezig. Maar ook eens vragen te stellen aan je ouders. Van, die opvoeding van mij, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren als, ja. uh, als, als moeder zijnde, weet je wel? We gaan vandaag, we gaan allemaal maar door met, met de waan van de dag. We zijn druk met die doelen waar we het eerder over hadden. Maar probeer daar ook eens terug bij te kijken. Van oké, okay, mam, uh, hoe was jij eigenlijk toen je op mijn leeftijd was? Wat vond jij toen belangrijk? Welke dingen deed je toen? Ja, uh, dat soort dingen, dat ik bedoel ik, zie mijn moeder uh, en mijn ouders en mijn vader zie ik, zie ik regelmatig. Maar dat, dat soort gesprekken hebben we eigenlijk helemaal niet. En uh, eerder gehad. Dus ik denk dat dat. om juist die 85% te gaan analyseren. Ja, als je de, de, zo dankbaar mag zijn. dat je beide ouders nog hebt. Ja. leer je ouders eens beter kennen. En ga, als je de volgende keer. dat je ziet dat je, dat je niet alleen. zegt van hey. Uh, lekkere goal. even een die, uh, ja. die 3-1. Ja. weet je wel mooi. Ja, een precies. beetje op voetbal. en uh, wat gaan we vanavond eten. en, uh, en verder. Ja. Maar leer je ouders. leer je ouders eens beter kennen. Ik denk dat dat. dat is iets waar ik zelf de laatste. Tijd heel veel. Uh, heel veel mee bezig ben omdat je daar uiteindelijk ook weer jezelf beter door, uh, de, door leert kennen. En dat het je daardoor ook weer antwoorden krijgt wat je verder gaat helpen in het leven. Um, dus ja, ik denk dat dat nogal mooi is om echt de, ja, die 85% beter te kunnen, te kunnen begrijpen. Ja, super mooi. Sowieso uh, mooi, hè. Dan hebben we het over de V van Verbinding. Dus dat net vooral ja, verbinding met jezelf, maar vooral ook hè, met de ander. En hoe je een bepaald gedrag dus ook kan herleiden. En dus jij zegt eigenlijk van, hé, hey, als je je ouders beter leert kennen, leer je jezelf ook beter kennen. Ja, en dat je. wellicht door dit gesprek met je ouders te voeren, dat je ook bij jezelf denkt. van... Hey, shit, maar waar komt dit gedrag nou ook vandaan? En daar gaat die piramide van Bateson ook een beetje over. Dat je denkt van mijn shit, hoe kan het nou elke keer dat ik in deze situatie kom, dat, het, dat dit me weer overkomt. Ja, wellicht is het wel iets wat komt vanuit je opvoeding, of wat je. Een bepaalde relatie met je ouders, dat je vroeger iets hebt meegemaakt waardoor je elke keer in een bepaalde uh, situatie zo reageert. Uh, maar dat je dat dus van een afstandje kan gaan analyseren. Niet dat je elke keer dat overkomt, dat je dat op een gegeven moment kan gaan oplossen. Door middel van een coach of met andere mensen daarover te hebben. Dus daar, dat, dat is waar ik mensen dan veel, uh, veel mee help in, uh, in coachgesprekken. Maar ga ook eens dat gesprek met je ouders aan. Ik denk dat dat voor nu, ten opzichte van het je hele coach bij mij moet boeken. Mag, uiteraard, sta ik helemaal open voor. Altijd welkom. Maar, ja, maar ik denk de eerste stap, wat ik een hele mooie vind, is: van leer je ouders eens beter kennen. En stel eens vragen van waar jij misschien nu tegen loopt in het leven. Hoe zij er tegenaan kijken en hoe zij daarmee omgingen. toen zij zo oud waren als, uh, als jij dat bent. Ja, ik denk ook wat je zegt, er zit ook een dubbelzinnigheid in. in de zin van. Als je alleen al beseft, inderdaad, stel jij beide ouders nog. Ook dat vertaalt zich gelijk weer naar van... Hé, hoe dankbaar ben je daarvoor? Ook dat zou je al genoeg reden moeten geven van... Hé, dat geeft al levensenergie, hoe dankbaar je daarvoor bent. En dat je er zelf bent en daar vitaal... Met z'n überhaupt dat gesprek kan voeren. Ik denk dat dat al... Ja, je heel veel energie moet geven om, uh, om meer uit het leven te halen. En uh, ja, dat is wel een hele mooie. Ja, nou ja, zeker. Dat... Uh... Ik denk dat dat uiteindelijk ook het, ook het belangrijkste is waar het allemaal, uh, waar het allemaal gaat. Dus wat ik zei, eerder richting Gregory van der Wiel en andere ja. mensen waar ik, uh, waar ik dingen van heb gelezen. Dat uiteindelijk die, dat, dat voetbal, et cetera, is, is heel leuk. Hmm. Uh, maar dat, naar mijn mening, als je vraagt wat is leefskracht en waar gaat het nou echt om? Is het herinneringen maken met de mensen die je lief hebt. En dat ja. je daar... Dat het fantastisch is dat je goed tegen een bal kan trappen en dat je, dat je talent hebt voor de dingen wat je doet. Maar dat je altijd oog houdt voor de dingen wat, wat belangrijk is in het leven. En, ik denk, en naar mijn mening, als je vraagt wat is voor jou het belangrijkste in het leven, dan is het voor mij mooie herinneringen maken met de, met de mensen die je, die je lief hebt. En uh, misschien één een, een korte metafoor en dan gaan we weer door uh, richting het voetbalgedeelte. Maar... <laughs> Vorig jaar, dat is, uh, of is het twee, jaar of twee dagen geleden, is het precies een, uh, was het precies een jaar geleden dat het ook een, een zonnige dag was buiten. En uh, uh, mijn oma, die was 98, en die, uh, die wil altijd nog een keertje met mij fietsen. En mijn oma zat in een rolstoel, en die uh, het ging op tijd, tijds ging het wat minder. En uh, ik, elke keer tegen mijn oma, ah, we, gaan een, uh, we gaan nog een keertje fietsen. En wat ik zei, ik, ik kom dus uit de achterhoek. Dus ja ook naar mijn oma toe en mijn oma zei, waar ah, gaan we nou fietsen? En ik was met druk met van alles en nog wat en lesgeven en ondernemen. Ik zei shit, dat fietsen moet ik nog doen. Tot op een gegeven moment een keer op de vrijdagmiddag, ik dacht van ja, Loek, waar ben je nou mee bezig? Ik ga dat gewoon fixen. Nou, dus ik die, die fietsverhuur opgebeld en ze uh, zeg, ah, ik wil dit weekend met mijn oma gaan fietsen. Nou, allemaal geregeld. Binnen vijf minuten was het geregeld, ze dus ik bel mijn oma trots op. Oma, dit weekend, uh, het is lekker weer, heb ik gezien op het uh, weerbericht. We gaan met z'n tweeën gaan we fietsen. Nou, uiteindelijk een van de mooiste dagen van mijn leven gehad. En uh, <coughs> met mijn oma door de achterhoek gefietst en langs de ouderlijk huis en waar ze is opgegroeid, et cetera. Wow. En uh, uiteindelijk uh, een fantastische dag gehad het eten met z'n tweeën uh, en lekker wijntje gedronken. Uh, kus afscheid genomen. En uh, dat was dus ook de laatste keer dat ik heb gezien. Mm. Dus het, uh, drie weken later kreeg ik het belletje van uh, ja, je oma is overleden. En dat uh, ja, was super, wow. super verdrietig. Ja. Maar uh, hoe dankbaar je kan zijn dat je uiteindelijk dat moment hebt uh, samen hebt gemaakt. Zo. Dat is ook wat ik uh, ik krijg weer kippenvel ja, ja, ik ja. Al ja als ik het nu vertel. Maar dat soort dingen als ik als je die dag niet omdat je aan het ondernemen was of andere dingen dat je dacht ja. ah, het komt dan maar wel. Ja, zo'n dag dat, dat, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb de foto's hier je erachter staan met mijn oma ja. op de fiets. Ja, dat soort ja. dingen dat je denkt van ja daar gaat ga het mooi. om. Dat zijn ja. de dingen wat echt belangrijk is in het leven. Ja, ja. ja heel mooi. Ja, wat ik ja. Ik krijg er echt kippenvel van. En, uh, ja, we hebben het allemaal. Uh, zijn heel druk met, inderdaad, voetballers zijn. Met, met een bepaald. Ja, een rol spelen, om het zo te zeggen. En, en het gaat vaak om die simpele dingen, maar het zijn geen simpele dingen. Het zijn juist de meest waardevolle dingen die we hebben. En die hebben we al. Dus eigenlijk besef al hoe rijk je bent. Ja, nou ja en, en dat vond ik wel heel mooi wat jij straks zei. Natuurlijk, iedereen is voetballer. Maar wie ben je als mens? Ja. Dat, dat is nog veel belangrijker. Precies. Dat, uh, wie, wie ben je als mens? En nog ja. belangrijker, wie wil je als mens zijn? Ik ja. denk dat dat, uh, dat, dat hele mooie en diepzinnige vragen zijn. Waar, uh, ja, waar het leven je, je vanzelf antwoord op gaat geven. Ja, en dat zullen we dan ook weer vertalen na het voetbal. Die wedstrijd duurt maar 90 minuten. Tenzij je natuurlijk uh, voor finale speelt met verlengingen en penalties. Alleen daarna zit het erop. Ja. Het leven ook. Dat is ook tijdelijk. Het heeft een deadline. Daarom heeft het ook zin. Ja. Anders dan, ja, kan je eindeloos maar doorspelen. zonder dat er ooit een einde komt. En ik denk dat het ook wel een ja, besef is voor de luisteraar. En wat je ook al meer levenskracht zou moeten geven. Dus besef dat je doodgaat. Besef dat het een deadline heeft. Zoals nou zeker in jouw uh, mooie voorbeeld. Ook een mooie leeftijd natuurlijk. Maar toch dat je toch die actie ondernam. Ja. Dat, dat, dat moet al de basis zijn voor, uh, voor levenskracht, denk ik. Ja, nee, dus zeg ja. dat je doodgaat, ja. zodat je voluit gaat leven. Ja, nee, ja, zeker. En dat, uh, dat is inderdaad wat je zegt. Het leven heeft zin doordat het een deadline heeft. En ja, we ja. hebben als het goed is. Dus als je een beetje geluk hebt, krijg je een speel... Uh, 100 jaar speelminuten om ja. uiteindelijk er uh, de, de, de wat moois van te maken. Precies. Um, ja, en benut die met volle, met volle teugen. Ja. Omdat, uh, ja, voordat je het weet zo... Zoals bij mijn oma, dan, uh, dan klinkt het eindsignaal. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk, dat je dan wel nog in de blessure-tijd met ja. elkaar hebt Ja, ja. Nee, letterlijk, <laughs> allemaal, ja. Om het uh, toch uh, even door te trekken. Ja, werken. precies. Om ja. een stukje te kunnen fietsen, wat gewoon ja. heel bijzonder was. En ja, wat, een, wat een van de mooiste dagen van mijn leven is. En wat een van de mooiste dagen van mijn leven zou blijven. <laughs> ja, dat, dat zijn uiteindelijk de dingen wat, uh, ja, waar het om gaat, uh, naar mijn mening. Ja. En ja, toch weer, uh, we zitten toch in de metaforen. Maar je kan ook uh, in de rust gewisseld worden. En dan stopt het ineens. Dan ja. komt er geen tweede helft. Dan word je in de 45ste minuut. Je wordt bijvoorbeeld maar 45. Of net daar, uh, net rust. Omdat je, uh, ja, je, je hebt daar geen invloed op. En, um, nou, toevallig, SMNO, toch ook een klein eigen persoonlijk voorbeeld. Uh, daar startte ik. Ik ben wel eens ook inderdaad gevraagd als uh, gastspreker daar ook. En toen trapte ik inderdaad ook af van: hey, wat wil je nou dat mensen zeggen op je begrafenis? Toen ik SMNO net startte, was mijn moeder net overleden als we het dan hebben over, ja, leven allebei ouders nog? Uh, mijn moeder is bijvoorbeeld maar 52 geworden, als je dan in dat kijkt. Je dacht, misschien oh, 100 speelminuten en het leven is eindig. Ja, dat heeft me ook wel doen beseffen van, hey, het is gewoon tijdelijk. Het is heel fragiel. En het kan zomaar over zijn. Dan is dat ineens, ineens schuit, uh, fluit die scheids af. En dan zit het erop. Hmm. Ja. Dus... Um, nou ja, zeker. Het is, ja, het is een, uh, dat, dat is een kwetsbaar uh, voorbeeld wat je daarin geeft. En dat, ja. uh, dat is heel mooi dat je dat voorbeeld geeft. Maar Het is, het is ook een hele, het ook een hele uh, paradox of zo. Dat je mm. aan de ene kant denkt van ik heb dat doel hebben gesteld en wees ermee bezig. En ja. dat soort dingen. Weet je, dat toch, ja. Het is heel lastig dat je denkt. Ah, ja, maar jongens, jullie het net over doelen stellen ja. en dingen. Maar dat, dat is ook zo. En het is ook belangrijk, maar dat je wel ja. altijd besef blijven houden over, de, over een soort filter aan blijven houden over dingen wat echt belangrijk ja. is in het leven met een streepje op de e ja um, ja dat 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 je wel down en het is heel lastig om in de waan van de dag daar en dat je denkt maar ik ga dit doen ga dat doen ga dat doen en dan opeens gebeurt er iets dat je denkt van maar wat is nou echt belangrijk ja. dat uh, ja nou nee, zeker ja kijk niet elke dag uh, alleen maar bezig zijn met het einde want hm. ja dan ga je of in angst leven of uiteindelijk in angst worden, te... Ja, dat, dat moet je ook niet hebben inderdaad wat je zegt. Dus daar sluit ik me inderdaad is inderdaad een paradox. Want ja, ja. Aan de ene kant is het. Dus dat willen we inderdaad ook wel meegeven. Ja, niet alleen maar beuken, beuken, beuken en uh, de rest moet je vergeten. En uh, het zit er een keer op. Ja. Nee, werk inderdaad. Ja, hard aan de dingen die je wil en in lijn met de persoon die je wil zijn. Met in achterhoofd, hé, hey, dit heeft een einde. Daarom wil ik er alles uithalen wat erin zit. Ja. Ja, hetzelfde als een voetbalkarrière. Een voetbalcarrière is op een gegeven moment ook eindig natuurlijk. Ja, als ja je, kort. Ja, als ja. je zegt ik ben uh, ja, eind dertig... dan heb je het goed gedaan volgens mij. Dan heb je een lange carrière gespeeld. Maar dat je, ook daar, Zeker, dat ja. je daar al wel mee bezig kan, uh, kan zijn. Ik denk dat het, dat het een heel mooi iets is om... Te kijken van oké, okay, maar wat zou ik dan na mijn, na mijn carrière willen? En daarom vind ik ook mooi dat ik ja, met de keeper van Aarde Den Haag heb mogen werken. Met hem ook echt een stukje gekeken naar die 85%. Van oké, okay, maar waar komen overtuigingen vandaan? Welke dingen doe je wat, uh, wat belangrijk is? Om ook dat te kunnen relateren aan hetgeen wat je na je voetbalcarrière wilt doen. Dus heel erg de vraag van oké, okay, wie ben je als voetballer, maar wie ben je als mens? Ja. Dat, uh, ja, dat, zijn, uh, dat zijn dingen wa wat ik denk, wat relevant is voor elke voetballer om. Uh, om mee aan de gang te gaan. Dus toevallig een, een van mijn beste vrienden. die heeft, uh, heeft de hele jeugdopleiding van de graafschap doorlopen. Later nog bij Go Ahead Eagles uh, gevoetbald. Een tijdje bij FC20 gevoetbald. Ja, was die 21. Wordt hij net, uh, net uh, een beetje tegen de eerste aan bij Go Ahead Eagles. Uh, in het eerste gespeeld. scheurde zijn kruisbanden ook af. Mm. Ja, hij is daar nooit goed van hersteld. Ja, dat is gewoon een heel zuur verhaal. Dat je gewoon 10, 12 jaar. gewoon alleen maar voetbal, voetbal, voetbal. En dat was een van mijn beste maten. Uh, is hij nog steeds. Maar ja, uh, yeah, dat je dan dus... Wie ben je als, uh, als mens? Ja, en dat, uh, ja wie nou, ben je als ze die sport van je afpakken? Precies. Uh, je zag het ook in de coronaperiode. Alles lag stil, je zit thuis. En, en ja, heel veel voetballers toen ook. Van, ja, wat ga ik in godsnaam doen met mijn dag? Weet je ja. wel? Of, of wie, wie ben ik? En, en, ja, ja, inderdaad, wie ben je? En als je dat nu al over nadenkt... in plaats van straks als je dus in het welbekende zwarte gat... hoor je ook veel voetballers overvalt. Ja, wat wil je na de voetballerij gaan doen? En, is dus is nee, mooi, uh, nou dat dus dat daar steeds meer opening ook voor ontstaat en dat ja. vind ik een mooie ontwikkeling om, uh, om te zien. Ik ben daar ook veel breder naar gaan kijken. Kijk fit voor voetbal, dat zit al in de naam hè? Dus ja, de fysieke fitheid voor voetbal, dus extra training in, uh, in de gym of thuis. Maar ik ben nu ook veel breder te kijken, zeker door, nou de mooie gesprekken die ik hier heb in de podcast. Om te kijken hè, ja. Het zijn als als bijvoorbeeld mens, ook ja. bezig met uh, mentale, mentale begeleiding binnen of is het puur het fysieke gedeelte? Nou dat Vooral ik dan in de coaching inderdaad. Uh, dus de gesprekken die ik met de spelers uh, daarin heb. Hè. Dus qua weekindeling, uh, wat vind je belangrijk. Sommigen nou, studeren of werken nog. Ja, om ze daar wat sturing in te geven. Hm. Um, ja. Dus ook verder dan puur het voetbal zelf. Dus daar alleen maar in, uh, in te presteren. Dat kan nog veel meer hoor, zeker. Maar ik ben daar wel ja, anders naar gaan kijken. Ook qua leefstijl, qua voeding. Qua... Dus niet alleen maar eigenlijk hoe jij nou, ook je verhaal begonnen. Ja. Je gaat naar de gym als uitgangspunt. Maar dan zie je dat al die gezondheidsgebieden eigenlijk daar allemaal mee samenhangen. Uh, en uiteindelijk zijn we allemaal mensen die een bepaalde rol Nou, de ene wordt voetballer, de ander wordt dit, de ander wordt dat. Maar in de basis ben je een mens. Ja. En hoe gaat het met een mens? Die dus presteert in, in het specifieke iets. Wat je nou, dat kan een ondernemer zijn, dat kan een voetballer zijn. Ja. Dus uh, ja, nou ja, zeker, en nog terugkomend op de vraag, zoals even wat nadenken: die 85%. Wat voor ja. mij bijvoorbeeld ook heel goed werkt, is voor mij is een no-brainer dat ik elke dag mediteer. En dat is ook die, die, die taken wat we hadden. Ik zie het ook wel een beetje als gewoontes. Van oké, okay, ja. welke gewoontes ga je uiteindelijk integreren wat jou uh, verder gaat helpen bij, jou, uh, bij jouw doel? Ja. En voor mij is een, gewoon een hele belangrijke gewoonte wat ik eigenlijk elke dag doe, is mediteren. En mediteren, ik kreeg soms ook wel de vraag van mensen, ook van sporters waar ik mee samenwerk, die zeggen van oh ja, het lukt me niet en dan gaan alle, mijn gedachten me alle kanten op. Maar dat je daar dus ook weer... Als, als die helikopterview naar kan kijken. Het is niet erg als er gedachten komen. Het is maar, probeer eens te analyseren. En ik doe het dus elke ochtend als ik wakker word, het eerste wat ik doe... ga ik hier op de meditatiecursus zitten. Uh, tien minuten mediteren. Om puur eens te analyseren van hoe voelt mijn lichaam... welke gedachten komen er omhoog. Hey, wat grappig dat ik hier aan denk. En wat je zou zien, hoe vaker je dat gaat doen... ik vergelijk het vaak met een, met een kooi vol vogels. De eerste keer dat je gaat doen, nee, de kooi zit... Helemaal vol met vogels, allemaal, gaan alle kanten op, bam, bam, bam. Ja. Maar elke dag, hoe, je, uh, hoe vaker je het doet, gaat één vogeltje weg. Tot je op een gegeven moment op het ja. punt komt dat je denkt van... hé, hey, er zaten vandaag echt maar één of twee vogels in de, in de kooi. Ja, uh, ja en, en dat soort momenten, dat is gewoon magisch. Dat je dan denkt van, hé, hey, ik, ik krijg daar, daar op mijn gedachten... krijg ik ook steeds meer grip. Ja. En als je meer grip krijgt op je gedachten... krijg je meer grip op je gevoelens. En als je meer uh, grip krijgt op je gevoelens... krijg je meer grip op je gedrag. Dus dat, ja. Ja, dat zijn die drie G-stappen wat ik heel vaak, uh, vaak hanteer. Uh, en nogmaals, mensen willen vaak focussen op het gedrag als ze dingen willen veranderen. Maar probeer eens terug te refereren welke gevoelens heb ik daarbij en welke gedachten heb ik daarbij. En uiteindelijk de gedachten beïnvloeden het uh, gevoel en het gevoelens beïnvloeden het gedrag. Dus dat buiten dat je alleen maar op het gedrag gaat focussen. Dat je ook naar die twee andere G's kan gaan kijken. En daar is meditatie is daar gewoon een hele mooie tool voor. Ja, mooi. Je deelde. Van de week volgens mij jouw hele ochtendroutine inderdaad ook. En ja, kan je ons daarin uh, in meenemen? Gewoon als inspiratie. Ik weet ja. dat ook een van jouw pijlers is, doe wat werkt voor jou. Dus ook niet copy-paste, maar test het ook uit. En ik denk ook, gelijk als om daarin mee te geven van, nou, inderdaad, ik herken dat ook wel. Ik mediteer ook, nou, ik denk, bijna dagelijks. Um, dat heel veel inderdaad, dat is ook weer een overtuiging. Van, hey, ja, dat kan ik niet. Of, ja, dat is niks voor mij. Ja, dat zijn allemaal overtuigingen die je ook, en ja, dan gaat het ook niet lukken. Er uh, dus sta daar inderdaad open in, maar ja, zou je als kunnen meenemen in jouw ochtendroutine wat voor jou werkt en wat ze daar uh, aan kunnen hebben? Ja, nou ja zeker. Nou, wat belangrijk daarbij is om te zeggen, mijn ochtendroutine, wat ik belangrijk vind, hoe druk mijn dag ook is, hoe ik opsta, hoe ik heb geslapen, wat ik ook de, de avond ervoor heb gedaan. Het is voor mij, het eerste uur is gewoon meetime. Dus wat ik ook, als ik een hele, dus zoals gisteren ook, dan heb ik een dag van 7 uur s ochtends tot 7 uur s avonds, zeg ik helemaal. Volgepleit met trainingen, coaching, lesgeven, uh, verschillende gesprekken. Maar hoe, hoe de dag ik eruit ziet, de eerste, het eerste uur is gewoon een puur voor mezelf. Dat, dat doe ik elke dag. Oké, je uh, kaders, eigenlijk. Nee, dat, ja, is precies, dat is gewoon ja. afgekaderd. Precies, dat is mijn speelveld. Uh, dat is de eerste. De, 16 meter bij wijze ja, 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 de, ja, ja. van de dag, ja. Hoe ja, de rest van de dag, dat is dan de rest van het speel. Van mijn eerste precies. 16 meter, dat is gewoon mijn, uh, daar ben ik even keeper. Ja, we... precies, dat is jouw gebied. Dat is ja. mijn gebied. Daar kom je niet in. Nee, en, nee. En, en, en dat vind ik gewoon heel belangrijk dat ik, als ik ochtends ook wakker word, dat ik niet gelijk wakker word van oh, ik moet dat doen, moet dat doen, oh, shit, shit. Nee, ik word rustig wakker en ik weet de eerste uur van de dag is gewoon puur voor mezelf. Dus wat oh. doe ik? Nou, ik heb de avond tevoren zet ik al, de avond van tevoren zet ik al. Een, een groot glas water met wat keltisch zout uh, uh, doe ik erin. Vervolgens uh, uh, neem ik een koude douche. Dat, dat vind ik ook gewoon lekker om op te starten. Daardoor kan ik goed focussen op mijn, op mijn ademhaling. Ja. Daarna ga ik dus kort even die 10 minuten meditatie doen. Voel ik ook hoe mijn lichaam. Uh, doe ik een analyse in mijn, in mijn lichaam? Van, hey, hoe, hoe voelt mijn lichaam? En op basis daarvan doe ik vaak 10, 15 minuten... ...doe ik kort wat stretch oefeningen... ...waar mijn lichaam aandacht nodig heeft. Ik ben veel, be wat ik zei, veel bezig met, uh, met krachttraining. Dus altijd hey, voelt het uh, wat stijf van de avond... Uh, van de training van de dag daarvoor. Dus probeer ik puur wat de stretches doen... ...dat ook als een helikopter dat te kunnen, kunnen analyseren... En daarna is het voor mij eigenlijk zaak dat ik zo snel mogelijk naar buiten ga. Want ik wil zonlicht in mijn gezicht. Ik wil dat mijn lichaam zich kan afstemmen op het uh, Circadiaanse ritme. Dat is eigenlijk het, uh, het ritme tussen, tussen dag en nacht. Ja. En dan uh, fiets ik naar mijn werk. En vaak schrijf ik dan daarvoor schrijf ik nog één ding op, wat ik sowieso wil behalen die dag. Dus dat is ook altijd, wordt natuurlijk, gedurende de dag gebeuren Er allemaal dingen wat ons allemaal overkomt. Maar voor mij is het altijd belangrijk... als ik het de dag afsluit, bij wijze van spreken... dat ik dan het ene ding dat ik dat wel heb behaald. Um, dus op die manier ook geen, geen telefoon. Dat is sowieso... Uh, ik zeg altijd, ik word liever wakker met mijn eigen gedachten... dan de gedachten van andere mensen. Dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Dat, dat helpt me heel erg in die analyse. Ik kan niet een analyse maken als ik wakker word eerst naar mijn telefoon gaan kijken, Instagram, nieuws en dat soort dingen, en dat ik dan die analyse ga doen. Ja, daar heb ik achter in bed gelegen, achter geslapen. Dan denk, oh, mijn hoofd denkt alleen maar, ah oh ja, uh, 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 Real Madrid, uh, Champions, uh, Champions, League finale. We staan er niet in trouwens. Nee. Uh, <laughs> nee. Manchester City, Manchester City uh, 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 4 nog gewonnen thuis ja, ja, ja. van. Uh, dus dan gaan mijn gedachten gaan die kant op. Dus voor mij sowieso de eerste twee uur van de dag uh, geen telefoon. Dat dat is meer om. Uh, ...mijn mind meer op te starten, bij wijze van spreken. Uh, en de andere... Uh, ...wat ik doe om mijn lichaam te kunnen opstarten... ...is voor mij ook geen koffie de eerste twee uur. Want dus je wordt eigenlijk wakker door middel van cortisol. Ja. En eigenlijk je koffie... ...stimuleert ook weer die aanmaak van cortisol. Dus daardoor wil ik mijn lichaam... ...zelfstandig laten opstarten. Dus je hele darmstelsel, et cetera... ...heeft ongeveer twee uur no nodig om te kunnen opstarten. Dus daarom is voor mij sowieso... ...de eerste twee uur van de dag geen telefoon. Meer voor het de mentale gedeelte... En voor het fysieke gedeelte ook uh, uh, geen koffie. En toevallig had ik vanochtend dat ik, uh, dat ik op de fiets zat en dat ik, dat ik zag dat de klant van mij ziek was. Dus ik was onderweg naar de gym. Dus ook nog een uur kunnen trainen. Nou, dan weet je, dan kan je me opvegen. Dan weet ik die dag, dan, dan vraag ik me niet af of, de, of ik wel klaar ben voor de dag, maar of de dag wel klaar is voor mij. Want dan weet <laughs> ik, gewoon, dan is het gaan. Knallen en, ja. uh, en gaanen. Dan weet ik gewoon, dan heb ik gewoon de eerste twee uur van de dag. Heb ik gewoon, is gewoon puur voor mezelf. Ik denk, hoe lekker is dat? Ja, ja, iedereen ja, is ja, druk met, maar ik heb zo. gewoon de eerste twee uur van de dag is gewoon helemaal voor mezelf. Ja, dat is ja, gewoon ja. een cadeautje wat ik, uh, zo zie ik het ook eigenlijk. Ik ben eigenlijk elke dag word ik wakker en geef mezelf een cadeautje. Door gewoon eerst puur een uur tijd aan, aan mezelf te, te kunnen besteden. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is voor mij is dat een no-brainer dat ik dat elke dag doe. Uh, dus voordat ik me openstel aan de wereld, komen natuurlijk allemaal verantwoordelijkheden en dingen op de hogeschool en klanten en al die dingen. Voordat ik me openstel aan de wereld, is het eerst even een uurtje naar binnen. Puur looktijd. En daarna als ik die looktijd heb gehad, dan stel ik me pas open, uh, open aan de wereld. Ja, hele mooie. ja je wordt er al bijna rustig van als je het gewoon. Je creëert letterlijk gewoon die ruimte in je agenda. Of als je het nou in je agenda schrijft, of, of gewoon als kader heb of inderdaad het 16 meter gebied wat je zegt ja ja zorg daarvoor want anders dan het is voor de mij dag eigenlijk... vult zich toch wel anders. Het is voor mij eigenlijk ja. een beetje de warming up om ja precies ja, letterlijk ja, ja. <laughs> het is voor mij de warming up voordat we, ja. voordat we voordat we aan de wedstrijd gaan beginnen ja precies en dan uh, ja dan ben ik gewoon helemaal klaar voor die 90 minuten van de, van de dag zeker maar eerst te zorgen je gaat natuurlijk niet gewoon koud uh, nee. koud het, het speelveld in nee. dat eerst even een warming up dat is voor mij de warming up die duurt bij mij dus een, uh, een uurtje ongeveer ja. En daarna kunnen we, kunnen we het strijdplan aan. Dan gaan we volle bak die dag uh, met twee handen uh, tegemoet. Maar eerst te zorgen voor een goede warming-up. En dat is voor mij, dus die is saut, die koude douche. De meditatie, de yoga oefeningen naar buiten. Het klinkt een hele lijst, maar het is voor mij een, een ja. soort routine ding. Routine. En ik merk, als ik die dingen niet doe, dan voel ik dat gewoon in mijn lichaam. Dan voel ik me onrustig gedurende de dag. Uh, dus probeer gewoon. En, en dit is hetgeen wat ik voor mij. Wat voor mij werkt, dat is ook een beetje wat jij net zei. Wat ja. ik wel vaker zeg: doe wat voor jou werkt, ja. kom er gewoon achter. Wat goed voor jou werkt. En ga die dingen gewoon doen. Wat ook weer in lijn staat met het, uh, met het grotere geheel. Maar dat, uh, dit zijn dingen wat voor mij werkt. En ik zeg niet tegen de luisteraar dat ze die dingen ook moeten doen. Maar ga wel kijken waar ga jij goed op. Ja. En blijf daarin. Trouw bij jezelf. Ja. Kanttekening daarbij is natuurlijk ook om te zeggen van oké, okay, welke dingen ga jij niet goed op. Dus als ik kijk hoeveel alcohol ik heb gedronken de afgelopen drie maanden, uh, is op één hand te tellen. En omdat ik gewoon weet dat ze dingen. dat gaat me niet helpen bij mijn grotere doel. Dat is. en uh, hoe lastig dat is. elke weekend word ik weer getest. van. Ah, Luke, jongen, je bent al zoveel met sport bezig. en ja. saai en dingen. Ik zei, het kan me niet boeien. Ik word zondagochtend gewoon weer fris wakker. en dan ga ik sporten, ga ik wielrennen, ga ik dingen doen. puur om gewoon. en dat gevoel. Als ik dan hier zit te analyseren en ik ben weer trouw gebleven aan mezelf. Ja, dat is voor mij is, is magisch. Dat is voor mij. Uh, puur dat je jezelf ochtends in de spiegel kan aankijken. En dat je dan denkt van yes, ik ben weer trouw gebleven aan mezelf. Uh, ik heb weer geleefd volgens mijn eigen kernwaarden. Ik heb die test weer uh, weer doorgaan. Ja, dat, dat, als je dat pad gaat bewandelen, ja. en niet om mezelf daar te veel een schouderklopje in te geven, maar als je dan. Dan voel je gewoon in je lichaam. Je voelt gewoon in je hart. Je voelt gewoon in je buik. Yes, yes, man. Let's go. Let's ja. go. Let's fucking go. Ja. Levenskracht, letterlijk. <laughs> ja, ja, nee, ja zeker. Oh, nee. Ja. En dat echt. Dat oh. ja, trouw kunnen blijven aan jezelf. En ja. dat is heel lastig. Dat is ja. uh, wat ik zei. Testen en, en geen alcohol. En uh, ik vind het heerlijk om veel met mijn vriendinnen uit eten te gaan. En dat soort dingen met haar ook gehad. Ik zeg, schat, ik vind het heel gezellig. Maar ja, die glaasje alcohol. Die laat ik gewoon liever de aankomende tijd. En liefst wel gewoon, misschien wel voor altijd, gewoon staan. Want het. Het, het, het brengt me niks en het brengt me helemaal niks richting, het, uh, richting mijn doelstelling. Ja, dus dan, en, ja, en als je dan de volgende, wat ik zeg, volgende ochtend wakker wordt, kijk kijkt zelf in de spiegel aan. Je hebt die UMI-tijd gehad, je kijk jezelf in de spiegel aan. Je knip over van jezelf, ja, je naar buiten en denken: oké, okay, let's go. Maar je voelt let's gewoon die, die levenskracht door je, door je aarde regeren. Het doel is duidelijk, de subdoelen zijn duidelijk, de taken zijn duidelijk. Je bent trouw gebleven aan jezelf. Ja, dat is gewoon dat wat ik zeg, ik heb nog nooit iemand gehoord die dan niet zijn doelen gaat behalen als hij niet deze ja. dingen kan, als hij als hij deze dingen doet, nou, dan weet ik gewoon zeker dat alles mogelijk is en iedereen zijn doel kan behalen. 100 Ja. Gaaf. En ik weet dat je ook veel deelt, hè? Je hebt mij ook een beetje geïnfluenced met, met de ja, de Ring. Ja, vet. Ik zag hem al. Ja. Uh, ja. Dus, uh, nou ja, daar hebben we ook al gesprekken over gehad. En dan. Natuurlijk, hè meten is weten maar natuurlijk voelen is nog beter dus het is ook mooi dat je dat ook in je in je ochtend uh, integreert van ja, niet alleen maar kijken naar die scores maar ja. weet dat jij ook ja vaak hoge scores hebt qua readiness wat je daar ook let's fucking go ja. um, maar daar doe je natuurlijk ook al die ja al die dingen voor volgens mij was het nou Haaland die heeft volgens mij ook een uh, die gebruikt het ook en is er iets meer Sport. kan jij er misschien iets over? Uh, ik heb er een keer ook een, een korte video over gemaakt. Misschien kan ik mm. je eigen ervaring en wat ook een voetballer eventueel eraan zou kunnen hebben ja, om te werken met een meetool zoals dit. Ja, nou ja, zeker. Ik heb hem zelf, denk ik, al vier jaar geleden. heb ik hem uh, gekocht en ik herinner me inderdaad dat jij mij toen een bericht stuurde. Ja, nee. dat uh, ja. ik deelde wat dingen over die ring. Ja, en, uh, hey, interessant. Ja, yeah, was het dan best wel. Een soort van early adopter, dat er yeah. nog niet veel mensen er überhaupt van afwisten. En je ziet hem nu veel meer, wat een hele goede ontwikkeling is. Yeah. Uh, maar wat, wat de Aura Ring eigenlijk doet, waar ik hem voornamelijk voor gebruik, is voor mijn slaap. Dus hij, yeah. meet, mijn, uh, hij meet mijn hartslag, hele gedurende nacht. Hij meet mijn, hij meet mijn uh, heart rate vari variability, dus je HFV. Je uh, respiratory rate, dus je ademhaling en je uh, lichaamstemperatuur. En op basis daarvan geeft hij dus een, uh, geeft hij elke dag een readiness score. Ja, en het helpt gewoon enorm goed. Om, en we kunnen als mens zijn, we kunnen op zich best wel goed, is ook wat onderzoek gebleken, heel goed aangeven als we goed hebben geslapen, of hoe ons lichaam voelt. Dat, dat inchecken. Maar dit is echt een extra tool die ik gebruik om. Uh, om uiteindelijk te, waar ik ook mijn trainingen op baseer, et cetera. Van oké, okay, als, als mijn readiness score wat lager is, uh, voor bijvoorbeeld een, een, een paar dagen, dan merk ik van oké, okay, wat is hetgeen wat ik wellicht in mijn voeding moet aanpassen? Of wat ik in mijn, uh, in mijn training moet aanpassen. om uiteindelijk te zorgen voor, voor hoge readiness uh, scores. En wat ik in het begin heel interessant vind, uh, wellicht doe jij dat ook. Om te kijken van oké, okay, maar welke strategieën kan ik toepassen, zodat je uiteindelijk die hogere readiness scores gaat krijgen. Een aantal dingen wat, wat voor mij dus heel goed werkt. Om te kijken van oké, okay, welke dingen kan ik dan doen. Bijvoorbeeld die meditatie waar ik het over had. Uh, niet uh, als je gaat slapen drie uur van tevoren, niet niks meer hebben gegeten. Dus dat soort dingen, anders is je lichaam is nog beter met het, uh, bezig met het eten verwerken. Ja. Uh, Waar krachttraining wil je een belangrijke programmering hebben in je, in je verschillende uh, trainingen. Dus als jij bijvoorbeeld in een bepaalde uh, neurofase zit, zoals het heet, het is kort gezegd, is dat je met een hoge intensiteit traint, iets lagere gewichten. Ja, dat soort dingen wil je gewoon niet te lang doen, want op spierniveau herstel je wel, maar op een gegeven moment ben je gewoon je hele zenuwstelsel aan het frituren, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Uh, dus voor mij is het ook weer een, een reminder: van, oh, ik, ben, ik heb te lang in een bepaalde programmering gezeten. Ik moet weer switchen naar een andere, naar een andere programmering. Dus het, geeft, het is een, een enorme mooie tool. En ik vind als, als jij een beetje een hoog niveau speelt, vind ik het eigenlijk gewoon echt een must-have dat jij uh, een aura of iets dergelijks hebt. Ja. Je hebt ook Woep, dat is ook een. Uh, uh, dat is een armband. Ik vind die ring vind ik eigenlijk wel heel fijn, uh, fijn ja. werken. Het Omdat wel het wel gewoon extra informatie geeft over hoe jouw lichaam werkt. Uh, en ook de dingen waar jij goed op gaat. Dus dat is wat we eerder ook zeiden, qua gewoontes komen we achter waar jij goed op gaat. Ja, op die manier kan je gewoon echt terugrefereren ook naar je aura ring. Uh, waar jij goed op gaat qua gewoontes wat je kan integreren in jouw, uh, uh, in jouw leven. Ik heb ook een aantal klanten. Ik heb een vijf, zes klanten uh, met een aura ring. Ja, ik, ik heb met hun gewoon elke keer gesprekken. gesprek. Oké, okay, wat is je readiness score? Uh, Oké, okay, hij is wat lager. Waar komt dat? Oké, okay, stress. Nou, hoe, hoe kunnen we daarmee omgaan? Uh, dus het is een enorm ja. mooie tool om in te zetten zodat je uiteindelijk beter, uh, beter gaat presteren. Uh, en eigenlijk, idealiter gezien, maar het verschilt dus wel per persoon. Maar het is eigenlijk hoe, hoe lagere rust, dat hartslag, die wil je eigenlijk zo laag mogelijk hebben. Uh, wel tot een bepaalde norm natuurlijk. En je HFV die wil je eigenlijk zo hoog mogelijk hebben. En op basis daarvan geeft hij dus een bepaalde readiness score. Is dat, uh, wat jou, uh, rust dat slag, uh, is jouw rustatslag, Wessel? Gemiddeld? Is het die... laatste op 49, dacht ik. Ah, ja. Zoiets, 48. Ja, ja. ja. is wel voilà. laag. Wat voor jou? Uh, ik zit nog wel tien slagen lager. Dus dat uh, ja. ik zit wel. Uh, ja, de, voornamelijk dat is met lagen. wat ik zeg: strategieën ontwikkelen. Ja. Als ik bijvoorbeeld heel veel met krachttraining ben, bezig ben, zwaarkrachttraining. Maar nu, als het zo lekker weer is, ben ik veel bezig met wielrennen. Meer cardio-workouts aan het doen. Ja, ik merk dat gewoon mijn hele cardiovasculaire systeem daar zo goed op gaat. Dat ja. ik gewoon letterlijk daden ook beter, de, beter door herstel. Ja. Waardoor ik nu, ik denk, afgelopen week aan het zo laten zien, maar. Ja, tussen de 40 en 38 zat, dus, uh, tussen rust, uh, als rust hadslag. Dat ik gewoon ja. weet dat ik daardoor ook beter kan, uh, kan presteren. Dus ook ja. voor voetballers is het gewoon enorm belangrijk. Want je krijgt weer inf uh, meer informatie. Waardoor je, waardoor je beter kan, uh, kan presteren. Ik had toen toen ja. ik hem net kocht, toen, uh, volgens mij hadden ze ook aan de, alle NBA-spelers hem ja. gegeven. Dus uh, LeBron James en dat soort ja. dingen. En, ja, die, die zagen ook gelijk het, uh, zoveel voordelen eruit. Dat ze ook gewoon. Qua tapering, dus iets, iets meer gas terugnemen in hun eigen trainingen, dat ja, gewoon op basis deden van de van de Aura-ring. Dus dat uh, toevallig de atletiek trainer van het Nederlands team, die uh, heb ik ook contact mee. Ja, hij heeft al, al zijn atleten hebben een Aura ring. Dus, ja. En hij heeft zelfs een tool waardoor hij alle informatie krijgt van zijn atleten. En op basis daarvan past hij dus ook weer zijn, uh, zijn trainingen aan. Dus dat... Uh, echt sturen op basis van die data... en ook weer verder kijken dan de sport zelf. Hè? Dus je input ook van je leefstijl... is denk ik de output in uh, ja, nou ja in, in zeker. data. Ja. ja, nou ja, zeker. En dat is ook wat ik in het begin zei van... oké, okay, natuurlijk kan je goed voetballen... en hebben we allemaal dat talent... anders speel je niet op een uh, bepaald niveau. Ja. En als je de ambitie hebt om, uh, om stappen te zetten in het voetbal... probeer je echt te kijken... welke dingen je kan doen buiten het voetbalveld uh, om... ten opzichte van op het voetbalveld. Uh, ik denk dat daar omdat je daar, daar, daar ga je al ontwikkelen, daar ga je al. Maar kijk eens bijvoorbeeld naar een Haaland, En ik vind Haaland gewoon een heel mooi voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld een ja. Aura-ring. Ja, dat zijn uiteindelijk de, de dingen wat echt het verschil gaat maken in, jou, uh, in jouw carrière, in het, in het verloop van, jou, uh, van jouw carrière. Dus ik denk dat uh, de Aura-ring daar een hele mooie toevoeging op is. 100%. en. Uh voor de duidelijkheid deze video is niet gesponsord door Aura, maar uh, <laughs> mocht je misschien ja. moeten we een keertje mailen. Maar, ja. Uh, ja. <laughs> nou ja, zeker. Nee, het, maar, het is voor mij. Ik nee, heb een, het is echt een mooi tool. Ja, ja, ik heb hem. Wat zeker. ik zeg, ik heb ik hem denk, Vier jaar geleden heb ik hem gekocht toen. Het was dan best wel een investering. Ik weet niet wat die vier, 500 euro of zo, zoiets toen was. Ja. Maar ja, ik heb hem vier jaar later. Ik gebruik hem nog steeds elke dag. Ja, dus voor mij steeds, is, het, uh, ja. Ja, is het. echt een top investering En ik ben. Uh, ik ben er echt super blij mee. En het is voor mij wel echt een tool waardoor ik, waardoor ik beter kan presteren en meer energie heb. En meer zin in de dag, meer levenskracht. Ja. Dus, dat, uh, ja, dus dat is weer een extra, extra tool om dat uh, die levenskracht uh, te ervaren. Mooi. Tot nog even terug naar die routines, dagelijkse gewoontes die jij uh, integreert. Maar haal daar ook zeker je inspiratie uit als, als luisteraar. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet elke. Nou ja, elke keer als je. Ja, wilt mediteren, of in de, naar de gym gaat, of inderdaad die koude douche. Zou je niet elke dag een, uh, een stemmetje hebben die zegt van... ja yes, we mogen weer onder die koude douche. Um, tenminste, kan ik me voorstellen. Ja, ja nee, zeker. Um, hoe ga jij daarmee om en welke tips heb je daarbij voor de luisteraar? Want die, die twee stemmetjes die zijn er altijd. Die power-fm, die shit-fm en, en, en daar die schakel... Uh, ja, letterlijk de, de volumeknoppen. Ja. Um, welke tips heb je daarbij? Ja, ik denk voor mij is het belangrijkste dat ik altijd mijn, mijn, mijn grotere doel in mijn, in mijn achterhoofd heb. Dat ik weet van waarom ik be, bepaalde dingen doe. Uh, en wat ik daarbij belangrijk vind, is uh, wat voor mij heel goed werkt, is mijn, uh, mijn omgeving inrichten zodat ik het wel doe. Uh, wat ik bijvoorbeeld zei over mijn ochtendroutine. Nou, Je kan straks in de badkamer kijken. Er staat al een groot glas Keltisch water, uh, water uh, met Keltisch zout staat er al. Ja. Uh, Staat al klaar voor morgen vroeg. Uh, mijn meditatiekussen ligt al, uh, ligt al klaar. Ja. Yoga-matje ligt onder de bank. Dus dat zijn voor mij ja. hele, hele simpele dingen. Dat ik morgen, ah, ik denk: Oh, moet ik hem pakken? No, nee, shit. Hij ligt al klaar. Weet je wel Jeez. Dus ik ga, ik ga het doen. Uh, dus verander je omgeving. Dus maak het makkelijk voor jezelf. Dus verander je omgeving zo. Zodat de, de dingen wat je moet doen uh, makkelijker worden om de uit te uitvoeren. Dus dat, is, dat is één. Uh, hou altijd dat grotere doel in je uh, achterhoofd. Dus dat is, uh, dat is twee. En wat jij ook al een beetje zei. Van ja, korte termijn uh, pijn is lange termijn fijn. Mm. En hetzelfde is natuurlijk ook korte, korte termijn fijn is Zo. lange termijn pijn. En dat ja. is ook een beetje met die alcohol waar we het over hadden. Ik weet, ik kan vanavond een paar beats, maar dat is voor mij korte termijn fijn. Tussen haakjes, ik weet op lange termijn pijn. Dus wel dat je dat, dat grotere doel in je uh, achterhoofd uh, kan houden. Ja. Dus ik denk dat dat een, uh, uh, dat een belangrijke is. En wat ik daarbij nog wil, uh, wil toevoegen, begin, begin klein met, begin met kleine stappen. Dus misschien hoor je mijn ochtendroutine en dan sommige mensen denken dat is veel, anderen denken oh, dat is een gesneden koek voor mij. Maar begin eens met één ding en ga dat eens proberen uit te voeren. En uh, als je die eenmaal hebt geïntegreerd in je leven, dan ga je naar het volgende toe. Uh, zodat je elke dag 1% beter. Ben ten opzichte van de, van de vorige dag. En soms ben je. gaat het even niet. gaan je weer een stapje achteruit. om vervolgens weer twee stappen vooruit te zetten. Um, maar probeer je langzaam. maak kleine stapjes. Dus niet, uh, niet. niet opeens alles anders willen doen. Nee. Dus ik denk dat dat, dat ook een, een belangrijke is. Wat ik vaak. Uh, mooi vind is van 1 in het kwadraat 365. waar dan 365 staat voor het aantal uh, dagen. blijft 1. Uh, maar als je 1,01 tot de macht 365 is 37,7. En dat gaat er niet per se om dat getal. 37,7. Maar wel als, je, als het maar in, no, kom, uh, achter de comma 01 is. Ja. Dan als je dat keer 365 doet. Dus je kijkt hoe groei is ten opzichte van als het, als het 1 blijft. Dus probeer daarin elke dag 1% beter te zijn. En natuurlijk gaan er dagen komen dat je helemaal geen zin hebt. Dat heb ik ook heel, heel erg. Uh, maar ik denk daarbij dus juist belangrijk: vooral die omgeving. Uh, uh, beloon jezelf. Of nee, ik ga hem even afmaken. Dus vooral die omgeving. Heb het hogere doel in, uh, in jouw hoofd. En uh, 1% beter. Dus dat zijn de, de eerste drie. En als laatste is dan: beloon jezelf. Dat als bepaalde dingen voor een lange periode goed gaan, dat je daarin jezelf uh, zelf kan belonen. En dat ja, bekijk welke beloning daarbij goed bij jou past... maar wat voor mij een beloning is. Bijvoorbeeld, ja, jij gaat volgende week dan naar uh, Michael Pulacek. Ja, dat soort dingen vind ja. ik heel vet om te doen. Ja. Dus dat ik gewoon weet van, oké... Okay, uh, die stip staat ook op de horizon en daar ga ik naartoe werken... en dat is voor mij echt een beloning. Ja. Ik ga, nou, we hadden het over de investering qua opleiding en zo... ik wil in september wil ik weer een opleiding gaan doen. Ja, die kost, die kost 15.000 euro. En het gaat me niet om het geld, maar dat ja. is voor mij wel een beloning... voor al het harde werken wat ik nu heb gedaan... Precies. Uh, dus ja, beloon jezelf in de dingen wat je doet. En dat kan, dat kan ja, uh, verschillende vari uh, varianten hebben over hetgeen wat, uh, wat goed bij jou past. Maar dus dat is als laatste nog. Dus beloon jezelf ook en de staat dus ook stil bij successen als het, wel, uh, als het wel is gelukt. Ja, mooi. Ik doe dat dan vaak uh, per kwartaal, weet je wel, dan stel je bepaalde nou ja, kwartaaldoelen en Processen daaraan gelinkt. Jullie waren naar Spanje geweest laatst. Ja, we waren toch? inderdaad laatst naar Spanje met ja. uh, drie andere ondernemers. Onder andere Hugo, die ken je natuurlijk. Ja, leuk. Uh, nog een andere oud SMO en een andere ondernemer. Maar ja, dat soort dingen, dan heb je ook iets naar om toe te leven. En ook daar merk je, waar gaat het om? Ja, de mensen met wie je aan tafel zit en goede gesprekken hebt en avonturen weer maakt. Uh, in plaats van uh, het alleen maar te hebben over, uh, over omzet en over de winst en over ja, de spelers die je begeleidt. Het is allemaal vet natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het om die mooie gesprekken en lol en, en al is het op het strand liggen of ja. dat soort dingen. Dus ook daarin komt het weer, uh, weer in terug, ja. Ja, en ik denk dat het ook uh, goed is om af en toe dat, wat ik zeg, die helikopterfilm, om dat letterlijk ook af en toe te doen. Als je letterlijk uit je omgeving bent, ja. dat jullie zo met de drie andere boys naar Spanje gaan. Ja. Dat je ook gewoon letterlijk heel even uit je omgeving kan ten opzichte van het je gelijk hier oh, shit, ik ben in Beloek, maar het moet vier uur daar zijn. Oh, wat ging ik vanavond ook doen? Maar dat je letterlijk uit die omgeving bent. Ja. Dat je heel even vanuit de afstandje naar die omgeving kan kijken. En ben ik daarbij nog op het juiste pad? Heb ik de afgelopen tijd mijn kernwaarde geleefd? Ja. Uh, dat, je, dat je, met een spreekt ga je, ga, je ga je een weekend in de achterhoek zitten, wat echt ja. fantastisch is. Ga je ja, naar precies. wedstrijd van de graafschap. Maar ik denk dat dat soort dingen ook heel ja. belangrijk zijn ja. om te doen. Om, om, om scherp te houden. en... Uh, uh, de dingen te doen wat jij belangrijk vindt. Ja, ja dus we zijn altijd maar bezig met, oké, okay, de toekomst of het verleden, de dingen die zijn gebeurd. Maar wanneer ben je een keer in het nu? Ja. Weet je wel, uh, we zijn altijd maar weer bezig, ah, ik moet straks inderdaad daarheen of, of nog daarheen. Maar ja, gewoon eens even die pauzeknop indrukken. Ja. En natuurlijk, uiteindelijk moet je weer verder. Maar vanuit die pauze, vanuit die helikopterview, ja, krijg je weer inzichten. En vanuit die inzichten weer andere keuzes. En Ja, dat is super uh, belangrijk. Aansluitend eigenlijk wat jij zei van je omgeving veranderen qua je gewoontes. Maar ook qua mensen, denk ik, heel belangrijk die dingen tegen je zeggen. Um, bijvoorbeeld met vier ondernemers die allemaal met dezelfde dingen bezig zijn. Maar hetzelfde kan voetballers zijn die in hetzelfde geloven. Of, nou jij spreekt ook veel uh, ja, inspirerende mensen. Ja, dat ga je oppikken en dan ga je ook richting dat bewegen. En dat is ook ja. heel belangrijk. En we stellen elkaar ook die vragen van, oké, okay, drie maanden geleden zei je dit. Toen, we, nou, toen waren we, waar waren we toen? Uh, vlak bij Zwolle trouwens, ah, ja. toen uh, daar inderdaad in een huisje. Nou, en nu konden we daar naar Spanje, dat was mooi. Maar elkaar ook die vraag stellen van... oké, okay, drie maanden geleden zei je... oké, okay, over drie maanden, als we dan inderdaad in Spanje zitten... dan willen we dat en dat bereikt hebben. Maar ja, hoe is dat gegaan? En, en vertel ja. maar. Weet je wel, ook ja. weer accountability... maar ook weer even in het nu uitzoomen van... hé, hey, hoe, hoe staat het ervoor? Maar dat, dat kan ook vertaald worden naar een voetballer... of naar wat, wat je ook doet. Ja, nou ja, zeker. En ik had dus ook laatst wat is, uh, met Tibor uh, gesproken bij hem op kantoor... Ja, we hadden mooi. het ook een beetje over de Golden Circle van uh, Simon Sinek. Van oké, okay, de wat, de hoe, maar dat de why eigenlijk het belangrijkste is. van ja, begin met de why. Uh, maar we hadden eigenlijk in het gesprek over dat de wie, dat die, dat die mag toe, toe worden gevoegd aan de, aan de Golden Circle. Ja. Want dat is gewoon heel super belangrijk. Ja. De mensen die Noah, die, mij, die nu bij levenskracht werkt, die me ondersteunt in alles wat ik doe. Ja, dat ja. Is, voor mij is het zo fantastisch. En dat is. Het is zo waardevol om zo'n zo waardevol uh, uh, persoon bij je te hebben die je helpt in de dingen wat je, wat je wilt doen. En die ook voor jou een relatie staat tot het hogere doel. Dus ja. ik denk die wie, dat is een hele mooie toevoeging ja. wat je geeft. Dat dat heel belangrijk is in, uh, uh, in het behalen van je, van je doelen. Dus je omgeving is daar uh, ja, is alles in. Ze zeggen natuurlijk ook wel vaak van je bent het gemiddelde van de vijf personen waar je het meest mee omgaat. Ja, dat is ook gewoon zo. Ja. Dat, uh, we hebben als mens zijnde. Er is ook wel veel onderzoek naar gedaan, maar zelfs in, in ons onderbewustzijn dat we uh, ons gedragen naar onze onze omgeving. Dat vind ik altijd wel, ik, ik moet er altijd dan denken toen ik ooit bij Sportschool Amsterdam werkte. Nou, daar waren al die boys een beetje daar zelf gekleed en zo. En dan kwam dan een nieuwe trainer kwam binnen en een beetje anders. Ja, en na drie maanden zag hij er ook gewoon zo uit, weet ja. je wel? Of als ja, ja. ik of, het, of als ik ging slappen met mijn met mijn maten de achterhoek, dan kwam ik uit Amsterdam, dan ging ik naar Alten toe. Nou, die gasten zagen allemaal eruit. Dan kom ik kwam heen met mijn roze Adidas shirtje aan, weet je wel. Dat uh, je, je, je pas je gewoon aan ja. aan je omgeving. Ja. Dus daarbinnen binnen kijk ik ook van, oké, okay, welke personen passen bij mij in het hogere doel wat ik wil, uh, wil behalen. Dus inderdaad bij die golden circle van Simon Sinek. Ik denk dat de wie een ja, enorme, enorme, belangrijke is. 100%. En, en als mensen daar ook niet meer aan voldoen, of je wil die omgeving veranderen. Uh... Ja, dat betekent niet dat je dan gelijk ruzie of iets ergens hebt... maar misschien past het niet meer in de fase waarin je nu zit. En ja. Afscheid van nemen klinkt dan heel zwaar... maar ja, wel nou ja, je de omgeving veranderen voor verandering. En... Nou ja, zeker. Je zegt ja. afscheid nemen... maar dat, ik, had, het wel, daar, ik, had, ik ja. had daar laatst met een vriend over... en die, uh, dat vond ik heel mooi van hem. Hij zei, hij had het met een vriend had hij over gehad... die hij van het vroeger kende... en hij had dus letterlijk het, een, een vriendschap uitgemaakt. Hmm. Dat, dat als we het hebben over kaders en wat is je speelveld... Ja. Ja, die, die, die persoon, die vriend van hem, die, die paste gewoon niet meer in zijn speelveld. Dat ja. hij zei van, ja, sorry, moet je luisteren. Ik, uh, we hebben, vroeger paste we gewoon echt goed bij elkaar en, uh, en hebben we fantastische dingen meegemaakt. Maar op dit moment, de laatste jaren, merk ik eigenlijk gewoon dat ik helemaal niet meer heel veel energie eruit haal... Uh, dat wij bij elkaar zijn. Dat ik hmm. tegen hem zei van, wow, echt wel respect, ja. weet je wel. Maar dat je gewoon, dit is mijn speelveld. Wat is mijn hogere doel? Of wat is mijn, mijn doel op lange termijn? En welke spelers? Welke teamgenoten? Welke ja, teamgenoten ja, 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 ja. We ja, ja, Dat is mooi. Dat is ja. mooi hoor. Nou is hij bijna rond. De bal is rond. En, uh, ja. Precies. Uh, ja, oprecht, ja. Ja, nee, maar welke, team, welke teamgenoten heb ja. ik daarbij? En dat hij zei, jongen, sorry, kom jij me even wisselen. Ja. En uh, Cies, maak ja. even transfersje maken. Ja, <laughs> nee, maar even een transvertje maken. Hij had letterlijk een, een, een relatie had uitgemaakt. Dat Zo. hij zei van ja, sorry, maar uh, ja, ik wil bij deze onze vriendschap uh, beëindigen. Dat ik dacht van wow, dat respect. Maar Zo. je blijft gewoon echt trouwen in jezelf. En je bent ook eerlijk tegen de ander. Wat, ja. En de ander die, waardeer, die waardeerde het ook. Die, die, uh, die uh, reageerde op een hele respectvolle manier. Maar dat soort dingen, dat is het trouw blijven aan jezelf, weten wat je kernwaarden zijn, weten wat je speelveld is. En daar binnen het spel spelen ja. met, met dus je eigen teamgenoten. Maar dus die wie is daar enorm belangrijk in. En ja. dat je dus weet van oké, okay, wat jij ook zegt, welke personen passen daar goed bij. Maar ja. mi misschien nog, nog belangrijker, welke personen passen daar niet bij. Ja, ik denk dat het daar begint. Ja. En, uh, letterlijk selecteren. Een bondscoach maakt ook een of een, of een, of een, of een trainer maakt ook een selectie. Ja. Ja, wees je eigen coach en, en kies jouw teamgenoten, kies jouw selectie. Ja. En wie zit er op Nou, niet per se op de bank, dat je een reserve hebt, maar ja. Ja, wie gaat er op de tribune zitten? En, en is het ook gewoon oké okay voor de tijd die je met elkaar hebt gehad? Ja, nou ja, zeker. Dus Hele dat, mooie. Uh, ja, nee, zeker. De metaforen vliegen om je oren. Ja, het uh, is ongelooflijk. wel met heel veel waarde. Dus uh, ja, supermooi. En dan is het denk ik ook begrijpelijker, denk ik, als je hem zo vertaalt. Ja. En zo zie je dat alles weer met elkaar, uh, met elkaar samenhangt. zeker. Nee, tof. Ik zat even te kijken naar de vijf naar de V's. Um, ja, is er nog een V dat je denkt. hé, hey, daar wil ik nog op inzoomen. Daar hebben we nog niet heel veel mm. op ingezoomd. Verbinding, vertrouwen, veerkracht, vitaliteit, vrijheid. We hebben wel veel al... Uh, ja, ik denk dat veel we... Ik uh, ja, denk dat we het uh, ja. gedurende het gesprek best wel over de, de face hebben gehad. Zeker, ja. Misschien samenvattend voor mij is vitaliteit. Nou, Daar heb je het wellicht vaker over in deze, deze podcast. Juist het, het fysieke, het hebben van een krachtig lichaam. Ja. Vrijheid is voor mij de dingen doen wat jij belangrijk vindt. Dus het gaat meer over die kernwaarden. Nou, verbinding hebben we het ook een stukje over gehad. Of verbinding met jezelf. Maar dat is ook verbinding met je omgeving. Dus dat is ook wel een stukje uh, de wie. Uh, Veerkracht is voor mij ook meer de, de gewoontes integreren in je leven. Daar hebben we het, uh, hebben we het ook over gehad. Zeker, ja. dus dat, uh, en als laatste vertrouwen. Vertrouwen is voor mij ja, de dingen doen wat uh, vertrouwen hebben in de dingen die, uh, die je doet. Maar ook juist naar dat, uh, naar dat ijsbergmodel. Dus die 85% dat je ook kan kijken naar, je, uh, naar, de, naar de overtuigingen wat, daar, uh, wat daaronder zit dus ik denk dat we op die manier best wel uh, ja, best wel als in het metaforen van, uh, van het voetbalveld. het ja. voetbalveld natuurlijk ook weer met de v begint dus precies. dat is ook weer uh, ja dus de bal is rond uh, ja precies <laughs> of de middencirkel <laughs> ja precies ja, nee, ja. mooi daar. nou ja dat dus ik denk dat we op die manier uh, ja. eigenlijk volledig onbewust dus volledig afhankelijk van onze 85 uh, ja, ja, de de vijf v's van levenskrachten uh, hebben behandeld ja, ja mooi en ik weet dat jij de vraag ook altijd stelt aan jouw uh, podcastgasten. Inmiddels heb je ook flink wat afleveringen opgenomen. Ben ik ook benieuwd of jouw definitie ook dan continu verandert, dat je je weer een beetje bijschaft. Um, hoe is dat voor jou? En wat betekent levenskracht dus voor jou? Verandert dat dus elke keer of is dat wel één, um, um, één betekenis voor je? Ja, levenskracht. Het, het verandert wel een beetje. Er komen wat dingen, dingen bij. Ja. Um, als, als mensen aan mij vragen van, oké, okay, wat is levenskracht? Uh, als, in, als in het seminar, de, de workshops, uh, de één-op-één coaching, dan zeg ik, levenskracht is een toegankelijke methode voor mensen die aan persoonlijke ontwikkeling willen doen. Dus dat is meer voor de mensen, dat voor hun duidelijk is van, oké, okay, maar wat gaan we nu doen? Als we bijvoorbeeld uh, weer naar een seminar komen, wat op, wat op een, uh, uh, zondag 1 oktober weer wordt, uh, wordt georganiseerd, dus ik vind het een hele. Ik wil alles wat ik heb geleerd, wil ik op een toegankelijke manier doen is wat ik zeg, ayahuasca ceremonies en dat soort dingen. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, alle uithoeken bewandeld, maar ik ja. wil het op een toegankelijke manier uh, uh, aan mensen aanbieden. En wat voor mij zelf levenskrachten is, is eigenlijk jezelf beter leren kennen. En achterkomen wat jij belangrijk vindt om dat vervolgens te gaan doen. Dus die drie dingen zeg ik dat, dat. Als je die drie dingen, als je daarmee aan de slag gaat. En dat hebben we natuurlijk een beetje tijdens deze podcast. Uh, uh, behandeld. Zeker. Ja, dan ga je uiteindelijk uh, uh, leefkracht ervaren. En. Uh, daarbij nog toevoegend, maar dat hebben we dus ook al besproken. Van hij hey, die uiteindelijk. Wat, wat brengt het meeste leven? Dus we hebben gehad, oké, okay, wat is levenskracht voor de ander? Uh, uh, levenskracht voor mij, dus dat is jezelf beter leren kennen, achterkomen wat je belangrijk vindt en dat vervolgens te gaan doen. En hoe krijg je uiteindelijk het meeste leefkracht? Uh, dus dat is uiteindelijk die, die vijf V's, dat je daarop kan kijken: van... oké, okay, hoe, hoe sta ik daarmee uh, mee in lijn? Uh, dus maak bij wijze van spreken ook eens een, een, een lijn van 0 tot 10. En geef jezelf een cijfer per vee van oké, okay, en wat zijn de fees waar ik op dit moment uh, kan op ontwikkelen. Maar uiteindelijk het meeste leefskracht krijg je door die herinnering te maken met de mensen die je lief hebt. Dus dat, uh, dus dat is ook wat we al hebben we besproken. Wie ben je als voetballer, maar zeker wie ben je als mens. Dat uiteindelijk de dingen waar je op terugkrijgt, waar ik op waar ik heel erg geloof in als ik die gesprekken met mijn oma had, et cetera. Ja, dan, dan heb je het over die herinneringen. Dan heb je het niet over, de, over, die, over die mooie deal wat je hebt gemaakt. Nee. Of over, die, over dat geld wat je hebt verdiend. Of die dikke auto wat je hebt gereden. Dan heb je het uiteindelijk over, de, ja, over, die, over die kleine herinneringen. Die hele simpele dingen. Ja. Uh, dat dat uiteindelijk de, het belangrijkste is in het leven. Uh, en dat dat uiteindelijk het meeste, uh, meeste levenskracht geeft. Ja, mooi. Dat lijkt me een hele mooie uh, samenvatting. En nou, sowieso heel tof om te volgen wat je doet, welke mensen je interviewt en ook nou ja, elke keer weer die ja, vraag ook jezelf uh, opnieuw stelt en, en die betekenis ja. continu. Dus ja, als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze dat vinden om uh, op dus die toegankelijke manier met zelfontwikkeling aan de bak te gaan? Ja, uh, nou wat ik zei, ik doe dus eens in de, twee keer per jaar. Doe ik meestal in het voorjaar en in het najaar doe ik dan een seminar levenskracht. Dus dan gaan we een hele dag, uh, duurt van half tien tot, uh, tot zes uur ongeveer. Dus gaan we Acht en half uur gaan we aan de slag met die, uh, die vijf feestjes. Dus gaan, uh, gaan we op verschillende manieren. Dus we gaan een training doen. De, de, de 1 oktober dan gaan we dingen doen met een ijsbad. Gaan we ademsessies doen. We gaan die overtuigingen gaan we onderzoeken. Normen, waarden. Eigenlijk alles waar we, wat we hebben besproken vandaag komt daar, uh, komt daar aan bod. Uh, op www.leefskracht.nl kunnen mensen daar meer informatie vinden over het seminar. Kunnen ze, daarop, uh, kunnen ze ook daarop inschrijven. Dus dat, uh, dat, dat is altijd... Kost 150 euro voor de dag. Dus het is, een, het is een kleine investering tussen aanhalingstekens als je kijkt wat, uh, wat andere dingen kosten. Zeker, en ik vind ja. het, het wat ik altijd zeg: teach from what you know. Dus voor mij is dat hetgeen wat ik heb geleerd over de jaren heen. Uh, ik werk niet, zo'n 12 jaar als, uh, als trainer, uh, 10 jaar als coach, nou, bewegingswetenschappen docent. Eigenlijk alle dingen wat ik heb geleerd over de loop van de jaren heen waar ik denk, waar mensen veel aan hebben, waardoor zij meer levenskracht gaan ervaren, dat behandel ik, behandel ik, uh, ik die dag. Superleuke dag. Altijd hele leuke, uh, hele leuke reacties. Leuke groepen ook. Het zijn allemaal. Gaat een hele dag uh, met gelijkgestemde ga je aan de slag. Dus dat is. Uh, dus als mensen luisteren, denken van hey, ik wil meer voor levenskracht. Ik, ik doe het op één op één trajecten, maar dat is. Ja, een, stuk, uh, een stuk prijziger en daarom zeg ik, zeg ik ook die toegankelijke ja. methodes. Ik denk als mensen, als een soort van eerste stap, oké, okay, ik wil meer over leefskracht uh, te weten te komen. Ik wil echt inhoudelijk die oefeningen doen, inhoudelijk aan de slag met die, uh, met die opdrachten. En ik wil dus mezelf le beter leren kennen. Ik wil erachter komen wat ik belangrijk vind. En aan het einde van de dag ga je dus ook naar huis met een gameplan om dat vervolgens te gaan doen. Uh, ja, dan zou ik mensen gaan adviseren om op dat uh, seminar Leefskracht uh, uh, te komen. Uh, dus www.leefskracht.nl en voor de rest op Instagram vind ik altijd leuk om dingen te delen. Dus dat is ja. Luke Muggebrink. Uh, en dus ik heb ook mijn eigen podcast: Podcast Leefskracht. Dus ja. Uh, ja, dat is ook heel gaaf. Dat is voor mij een beetje dezelfde setting als wat jij doet elke keer. Heb ik een. Uh, heb ik een Gesprek met, uh, met, met een inspirerende gast waar we het gaan hebben over het realiseren van een krachtig leven. Nou, Tibor is langsgekomen, ja. Joop van een Rovers tot. Uh, Robin. Robin Rob natuurlijk, ja, ja, Robin is, uh, is langsgekomen. Ja. Ook nog meer mensen gerelateerd aan voetbal. Bart Heuving. Bart die Heuving, gaat, inderdaad. Ja, die ook ja. is nog steeds de best beluisteren bij ons ook. Ja? ja. Oh, ja. leuk. Ja. Zeker, ja. Ja. Nou, ja. Ik heb altijd nog supergoed contact met, uh, met Bart. Ja, ik ook. Ja. Hij was toen mijn master begeleiden en ja, is gewoon later echt een. Uh, ja een uh, belangrijk persoon in mijn leven uh, ja, ja, geworden dus dat, uh, dus dat ja Bart is echt ik kreeg toen ooit een, een keer een presentatie van hem tijdens de, tijdens mijn master bewegingswetenschappen en toen liep ik naar hem toe ik zeg uh, Bart ik ken me niet maar uh, ik kom stage bij jou lopen ik zei hij ja, ik heb geen plek om stage te lopen <laughs> ik zeg ja, dan maak ja, je maar plek maak je plek <laughs> juist ja, en, uh, ja. ja zo was het uiteindelijk uh, gebeurd sindsdien en eigenlijk een hele goede uh, goede klik met hem dus de, de podcast levenskracht ik uh, ik Iets Meer dan 50 afleveringen op, uh, opgenomen, dus dat uh, en dat ja, dat is ook gewoon super leuk voor mezelf om, om daar een nieuwe inspiratie op te doen, om en ja, mensen te inspireren om uiteindelijk ook uh, krachtig in het leven te staan, Dus dat uh, ja, dus ook mooi. de podcast uh, Levenskracht. ja, in principe op www.leefskracht.nl. Er komt ook een nieuwe website aan waar Noah mee bezig is, dus ja. daar. Uh, daar komen alle dingen op te staan. En eigenlijk de dingen wat ik doe binnen Leefskracht zijn drie dingen: het is meer de één op één coaching, dus dat is echt een traject. Het seminar Leefskracht en de workshop Leefskracht. En de workshop is meer voor de bedrijven. Dus dat is ja. uh, dus voor de mensen die luisteren, bijvoorbeeld. En ook de voetballers. Nou, de keeper van Aden-Den Haag was de vorige keer. Daarom. Uh, dus ja, de, ook, ook de voetballers komen, komen langs. Dus. Uh, Kom daar zeker een keer en ik weet zeker dat je dat... Ik uh, weet honderd zeker dat je dat als heel waardevol gaat ervaren. Ja, mooi. Aanrader, zeker de podcast. Semmen nog niet, vorige keer kon ik helaas niet. Maar, nee, 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 je uh, moet nog steeds een keer langskomen. Wellicht in oktober, uh, ja, daarom. Ja, dus uh, ja. wie weet zien we elkaar daar. Ja, nou, ja lijkt, lijkt me super. Uh, uh, lijkt me echt super. Ja, dus, en, het, uh, en het is ook altijd heel bijzonder gewoon yeah. wat er in zo'n groep ontstaat, vind ik. Dus dat, uh, ook zoals jij, de, de, wat ik zie, de dingen waar je mee bezig bent... En, ik vind dat zelf ook gewoon heel gaaf. En ook natuurlijk met een Hugo heel inspirerend om, uh, om te volgen. En ook toen je mij, mij belde om uh, juist ja, te kletsen over het een en ander. Ik vind, ja, dat soort dingen vind ik gewoon heel gaaf. En dat je echt ja. met een groep gelijkgestemde uh, uh, ja, daarmee aan de slag gaat. Dat is voor mij altijd, uh, altijd genieten. En als je het hebt over leefskracht, dan aan het einde van de dag dan, 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 dan voelt iedereen de leefskracht door dus zijn aderen gieren. En dan... Ook de resultaten na die tijd, het is gewoon fantastisch. En dat is voor mij een ja, enorm stukje. Of ja, ben ik enorm dankbaar dat ik, dat, uh, dat ik daar een steentje aan mag bijdragen. Ja, dank je wel. En uh, insgelijks, het is ook daarin, hè, als we het toch over het spirituele als is ook weer geen toeval dat je elkaar nou ja, op dat pad kruist en, en met dezelfde dingen bezig bent. Ontmoet je ook andere mensen, heb ik wel gemerkt de afgelopen uh, nou, zeker vijf jaar dat ik hier nu uh, ja, met Fit voor Voetbal aan de slag ben. En ook daarin mensen ontmoet, nou, waaronder uh, jij, alle andere inspirerende gasten. Ja, dat is allemaal geen toeval. Maar het is gewoon mooi dat dat, uh, dat, dat gebeurt. En zo help je elkaar om uh, ja, er meer uit te halen. Of in ieder geval vooral dingen beter te doen. Elkaar scherp te houden, elkaar te inspireren. Dus uh, ja, ook insgelijks naar jou toe. Ik vind het mooi waar je mee bezig bent. en uh, Dankbaar voor dit gesprek. Ja, dankjewel uh, Wesse. Ja. mooi. We zitten... Uh, zag ik net in, uh, in de blessuretijd. We zitten op anderhalf ja. uur. Oh, vijf okay. minuten extra tijd alweer. Als we hem <laughs> toch even naar het voetbal trekken. Ja, ja, ja. Uh, maar ik heb altijd een laatste vraag aan mijn podcastgast. Nou, nu ben ik benieuwd. Ja. Wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden? Um, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat, dat de, als ik om mijn gevoel afga... Um, dan is het uh, de vraag, wat is, wat is mijn droom? Wat is mijn, uh, wat is mijn doel? Wat is mijn middenstip uh, of stip op de horizon? Ja. Oké, okay. wat is jouw uh, jou droom? Wat, is jou uh, stip? wat een goede vraag. Oh. Ja, wat een goede vraag. Sorry, show, Hoe kom je erop? Ja, ik ja. was er zelf nooit opgekomen. Ik, ik kreeg ineens een ingeving. Ja, ja. Ik denk, uh, ja. dat moest ik nog vragen. Ja. <laughs> ja. Ja, dus dat, dat is mijn ja. stip op de horizon. Ja. En uh, wellicht leuk, de, de, de podcast is natuurlijk een... Ja, dat blijft voor altijd. Dus die, die kunnen we blijven luisteren. En als, ja. ik, als ik dan tien jaar, over tien jaar deze podcast uh, luister... terwijl ik dit nu tegen jou uh, vertel... dan uh, woon ik op een boerderij ergens in Nederland. Helemaal een beetje off the grid. Waar, uh, waar mensen naartoe kunnen... om een zevendaagse levenskracht uh, te kunnen houden. Waar mensen die het, 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 soort van het, het, het juiste pad willen bewandelen... Die, die het allemaal niet meer weten die in die zevendaagse met die vijf V's aan de slag gaan. Dus we gaan het hebben over vitaliteit, we gaan het ernaar, et cetera. Waar mensen, hele, waar mensen helemaal worden ondergedompeld in, in dat stukje levenskracht. Uh, waardoor ze vanuit daar weer richting hebben in het leven... weer zin, heb, zin hebben in de dag. En vanuit daar weer, weer levenskracht ervaren. En dat lijkt mij heel... Dat is mijn droom. Dat ik over tien jaar daar... Samen met Tessel en kinderen en een hond uh, op die boerderij woon. Om, uh, ja, om daar mensen te inspireren. Om uiteindelijk het, uh, ja, die, die 90 minuten wat ze hebben. De, om daar het beste uit te halen. Dus daar uh, de, die met volle, volle teugen aan te pakken. Uh, de, ja, de, de, het leven gewoon het leven met beide handen kunnen aanpakken. En daar, uh, daar het beste van, uh, van te kunnen maken. Met, uh, Leven, leven naar je eigen kernwaarde. Met, uh, met, je, met, je, met de andere tien spelers om je heen. Ja. Uh, dus ja, als ik, als ik deze podcast over tien jaar luister, dan heb ik dat uh, heb ik dat gerealiseerd. Dat, uh, <kijkt> ja dat ik daar eens in de eens, eens per maand dan die zeven dagen geef voor een groep mensen. En dat uh, Noah er ook bij is natuurlijk. Gaaf. En uh, ja, dat is ja. Mijn, uh, ja, dat is mijn droom. Ja, stip. Ja. Een mooie mooie ja. missie. Ja, en daarvoor, daarvoor, heb, daarvoor heb ik natuurlijk ook al die al die subdoelen heb ik daar voor mezelf ook. Dus dat is natuurlijk ja. het seminar Leefskracht is ooit ontstaan van oké okay, ik wil die zeven dagen geven. Wat? Hoe kan ik dat terugbrengen? Oké, okay, ja. dat is hooghangend vrijheid. Oké, okay, laaghangend vrijheid. is dat ik ga maar eens beginnen met één dag. Precies. Nou, later kwam de één op één coaching erbij. Nu word ik benaderd door bedrijven om het, uh, om een workshop Leefskracht te geven. Uh, dus dat zijn voor mij allemaal weer subdoelen richting het uh, richting het grotere geheel. Ja, dus mooi. Dat, uh, allemaal bouwstenen richting. Uh... Ja, de boerderij uiteindelijk. En ja, nee, ja uh, zeker. Ja. In de achterhoek. Ja, precies. Nog <laughs> weer terug. Uh... Seizoenskaart bij de graafschap. Ja. Dat, uh, nou, we dat ook bij wij spreken voetbalteams langs kunnen komen. Ja. In voorbereiding voor het seizoen. Oké, okay, we gaan echt. Uh, we gaan met z'n allen. Gaan we die adem adem gaan we doen. We gaan het ijsbad gaan we doen. We gaan als team kijken. Dus dat, dat is wel een goeie, vind ik. Uh, die kernwaarde voor jezelf, maar kijk ook eens als team zijnde. Ga eens met, als team zijnde met elkaar zitten. Kijk wat vinden we als team ja. belangrijk als, uh, als kernwaarde. Waar staan we voor? Uh, is passie of plezier of andere dingen? Ga dat eens opschrijven. Maar dat bij spreken ook zo'n voetbalteam langskomt. En een uh, voorbereiding van het seizoen. Dat we daar alle koppen dezelfde kant op kunnen, uh, kunnen krijgen. Welke dingen kan je doen om beter te kunnen omgaan met druk. Het uh, kunnen omgaan met tegenslagen. Het vieren van successen, et cetera. Dus dat lijkt mij heel vet om daar, uh, ja, daar mensen te inspireren om krachtig in het leven te staan. Mooi. Heel uh, mooie afsluiter denk ik ook. Uh, ja, voor dit mooie gesprek. Dus nogmaals, uh, ja, dankbaar dat we elkaar nu in real life Het voelde inderdaad ja. hoe je ook begon. Alsof we elkaar <laughs> al heel lang kenden. Ja. Maar uh, dat is ook vaak een goed teken, juist. Als je, als je dat gevoel hebt bij mensen. Dus uh, ja, alle waardering en dankbaarheid daarvoor. Ja. Dus uh, dank je wel voor dit. Uh, voor dit hele mooie gesprek. Ah, nee, dat is geheel wederzijds, uh, best wel. En ook de dingen waar je mee bezig bent. En uh, ook als, wat ik zei, de, het, het belletje wat we toen een half jaar geleden hebben gehad. Ja. Waar je, uh, ja, een beetje adviezen mij vroeg vanuit uh, de dingen. En als ik kijk waar je dan nu weer mee bezig bent, dan denk ik van ja, je bent ook gewoon. Uh, dat, dat doel is heel belangrijk voor jou. Je bent trouw in jezelf. Je bent aan het leven vanuit, vanuit je eigen kernwaarden. Dus dat uh, dan is het. Is het behalen van de doelen die je hebt, is puur een, uh, puur een kwestie van tijd als je focust op de taken die, uh, die daarbij horen. Ja, dankjewel. Ja. Mooie woorden. Dankjewel. Jij ja, bedankt, uh, Wessel. Dankjewel. En jij als luisteraar uiteraard ook bedankt voor het helemaal afluisteren van deze aflevering. Ga ermee aan de slag, schrijf inderdaad die kernwaarden op en alle andere praktische tips die, ja, die we in het gesprek hebben behandeld. Vergeet je ook niet te abonneren en dan zie ik je heel graag terug. In de volgende aflevering. Top. Thanks.